Goedenavond iedereen. Welkom op deze webinar, want met een verzorgde bodem is een verzekering voor extreme seizoenen. We zijn heel blij dat jullie massaal ingegaan zijn op de uitnodiging om deze webinar te volgen. Het is een organisatie van het departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcommis Brugge, Inagro en Ilvo. Maar vooraleer dat ik het woord geef aan de voorzitter van het Landbouwcommis Brugge, Hugo Adriaansens, die de inleiding zal verzorgen, wil ik je een aantal algemene zaken meegeven. Jullie kunnen als deelnemer enkel luisteren en je komt ook niet zelf in beeld. Dus de camera en geluid van jullie PC's zijn automatisch uitgeschakeld door de organisatie. Dit wil niet zeggen dat we geen interactie wensen met jullie. Integendeel, wij hopen dat er nog wat vragen binnenkomen voor de sprekers. En die vragen kunnen gesteld worden in de chat. Ik ga zo dadelijk ook wel uitleg geven hoe dat die chatfunctie juist werkt. De presentaties en ook de opname van vanavond worden nadien aan jullie allemaal ter beschikking gesteld. En ook de antwoorden op de gestelde vragen worden achteraf ook nog doorgestuurd. Vragen stellen. Jullie hebben allemaal op jullie scherm normaal gezien op de rechterkant een balk zichtbaar. Waarbij er onderaan dan staat een vraag stellen. Als je daarop klikt, dan kunt u zelf een vraag stellen aan een of andere of meerdere sprekers. Die vragen kunt u steeds stellen gedurende de avond. Dus je moet zeker niet wachten tot op het einde of tot na de spreker. Je kunt tijdens zijn presentatie gerust uw vraag stellen. Als u die werkbalk niet ziet, dan kunt u eventueel bovenaan op het vraagtekentje klikken. En dan komt eigenlijk dit scherm zichtbaar en dan kunt u uw vraag stellen. Uw vraag die gesteld wordt, zijn anoniem en kunnen ook niet gezien worden door de andere deelnemers. Enkel de organisatie kan deze vragen zien en ook eventueel zichtbaar stellen voor de anderen indien dat wenselijk is. Hoe begint u met een vraag te stellen? Als u op de knop geklikt hebt een vraag stellen, kunt u onderaan uw vraag formuleren, bij nummertje 1 hier, daar typt u uw vraag in. Uw naam, die kunt u optioneel invullen, dit hoeft niet, maar als u kenbaar wil maken, kunt u gerust daar uw naam ook invullen, dat is bij nummertje 2 net erboven. En vervolgens klikt u onderaan rechts op het driehoekje en dan gaat uw vraag verzonden worden en kunnen wij die als organisatie ook zien. Bovenaan ziet u mijn vragen, dus als u meerdere vragen stelt, als u op het blokje klikt mijn vragen, dan komen al uw vragen zichtbaar. En bij aanbevolen, dan staan eigenlijk alle mededelingen of aankondigingen of ook vragen die wij openbaar stellen, gaan hier ook verschijnen. Dus als u hierop klikt, dan ziet u ook alle nuttige informatie. Goed, we gaan voor vanavond. Ik heb het al gezegd, ik ga zo dadelijk het woord geven aan Hugo Adriaansens, van de voorzitter van het Landbouwcommis Brugge, die ons een inleiding zal geven. En daarna komen de sprekers aan bod, Koen Willekes van het ILVO, Dirk de Normen van de VLM en professor Guido Wiseure van de KU Leuven. Telkens na iedere spreker zal de vraagstelling gebeuren. Dus ik zal de vragen die binnengekomen zijn een stukje bundelen en zullen we in de mate van het mogelijke de vragen laten beantwoorden door de spreker. Van harte welkom op onze webinar over een verzorgde bodem. Deze webinar is een organisatie van het Landbouwcommis Brugge en het departement Landbouw en Visserij samen met Inagro en ILVO. Wanneer we vorig jaar samen met de 12 bestuursleden het plan opperden om absoluut iets te brengen over een verzorgde bodem, hadden we wel nooit gedacht dat we een sportpaleis vol met deelnemers zouden hebben. Jullie zijn allen van harte welkom. En gisteravond waren er meer dan 800 inschrijvingen. We hebben reeds van alles georganiseerd met Landbouwcommis, maar zoveel volk hebben we nog nooit gehad. Formidabel, dat is 25 vergaderingen. Bon, het onderwerp leeft, een verzorgde bodem, en is om diverse redenen
actueel. Sinds de jaren 90 is het gehalte aan organische stof in de bodem geleidelijk afgenomen, zodat deze in meer dan de helft van de landbouwpercelen ondermaats is. Deze daling van organische stof heeft een sterke impact op de bodemkwaliteit, met als gevolg minder structuur, minder opname van nutriënten, minder waterbergingscapaciteit en minder bewerkbaarheid. En dit is een vicieuze cirkel. Het onderwerp is ook actueel binnen de Green Deal en de vergoeding voor de mogelijke CO2-opslag in de bodem rekening houdt met een vergoeding van €40 per kilogram CO2-opslag, biedt kansen voor de landbouw binnen de Europese landbouwpolitiek. Om nutriëntenuitspoeling te verminderen, moeten we werken aan bodemkwaliteit. Want naarmate we meer weerextremen krijgen, speelt de kwaliteit van de grond een grotere rol. Een verzorgde bodem biedt ons een kans die we zelf in handen hebben om ons te verzekeren tegen de invloeden van de steeds meer extreme seizoenen. En de opbrengst is voor jullie. Bodemstructuur, bemestingseffectiviteit en waterbergingscapaciteit, het hangt allemaal samen. En landbouwers zijn de eerste betrokkenen en ook de eerste slachtoffers van een slechte bodemkwaliteit. Het Landbouwcommies van Brugge bestaat 173 jaar en is de organisator van deze avond samen met het departement Landbouw en Visserij, INAGRO en ILVO. Maar zonder de medewerking en de inbreng van onze secretaris Bart de Busse, de drie sprekers en de drie mensen achter de schermen, was deze realisatie niet mogelijk. Ik vermeld graag Katrien Maris, medewerker van sectoradvies plant binnen het departement Landbouw en Visserij. En zij is vanavond de producer en regisseur. Dan nog Lydia Christiaans, administratief medewerker bij het departement Landbouw en Visserij. En zij verzorgt de administratie van deze studieavond. En een grote hulp bij de Hanse opzet is zeker Frankie Koopman, verantwoordelijke voor het thema bodemzorg binnen INAGRO en is vanavond mee actief achter de schermen om alles in goede banen te leiden. Dit gezegd zijnde, wat brengen we deze avond? De eerste spreker is, zoals jullie op de uitnodiging gezien hebben, Koen Willekens van het ILVO. En Koen zal meer toelichting geven bij het bodem. Koen is sinds 1999 senior onderzoeker bij het ILVO en heeft als onderzoeksdomein bodembeheer en agro-ecologische teeltsystemen. Hij heeft in 2016 zijn doctoraatstudie in zaken stikstofdynamiek in de relatie tot bodembeheer en bodemkwaliteit in de volle gronds groententeelt afgewerkt en is expert in boerderijcompostering. Wat nu ook aan de orde is. De tweede spreker, u allen wel bekend, is Dirk de Norme.
Dirk is diensthoofd van de Mestbank voor Regio West en dit behelst West- en Oost-Vlaanderen. De Mestbank staat vooral in voor handhaving en controle van de mestwetgeving. Dirk zal vanavond een toelichting geven over het digitaal kunstmestregister en de stand van zaken. En de derde spreker, zoals op de uitnodiging te zien was, is Guido Wiseure, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven en van op afstand betrokken bij de bodemkwaliteit. Hij heeft zeer veel ervaring opgedaan in allerlei projecten in Zuid-Amerika en Afrika. Vooral verband houden met irrigatie en bodemkwaliteit. Hij doseert momenteel onder meer de vakken irrigatie en drainage. En hij is enthousiast om terug te komen naar zijn roots. Dat gaat u straks wel merken. Recent trok hij mijn aandacht met een YouTube-uiteenzetting met visie over irrigatie en drainage. En dat heb ik doorgespeeld naar het bestuur. En men is daar graag op ingegaan. En zijn thema voor deze avond is hoe meer water ter beschikking stellen van de plant, vooral als het nodig is. En last but not least, Bart de Busse is sectoradviseur openluchtgroenten bij het departement Landbouw en Visserij en volgt er ook de thema's bodem, bemesting en water op. Bart is sedert 2005 secretaris van het Landbouwcommissie van Brugge, waarmee we samen met het bestuur een ploeg vormen en waarmee het bijzonder aangenaam samenwerken is. En dat heeft Bart nog eens zo dikwijls al van toepassing gebracht. Hij zal vanavond optreden als moderator en de vragen die jullie stellen voorleggen aan de sprekers. En ik geef nu graag het woord aan onze moderator. Bart, het is aan u. Ik geef nu ook graag het woord aan onze eerste spreker, Koen Willekes van het ILVO, die het met ons zal hebben rond bodemkwaliteit en relatie tot een goed bodembeheer. Koen, aan u om uw presentatie te starten. Goedenavond iedereen. Ik zal u spreken omtrent bodemkwaliteit. Ik zal wat aspecten toelichten van bodemkwaliteit. En daarna zullen we het hebben over bodembeheer om die bodemkwaliteit te vrijwaren of te verbeteren. Bodemkwaliteit is een fysisch gegeven, maar het is ook een biologisch gegeven en ook een chemisch gegeven. En het fysische, dat kunnen we best wel eens makkelijk waarnemen. Als je kijkt naar de bodemstructuur of als je kijkt naar de beworteling of de poriën die op de regenwormen gaten, kan je ook het biologische goed zien. Het chemische is minder te zien. Daarom doen we daar ook als eerste een analyse omtrent. Bodemkwaliteit heeft twee aspecten. Je hebt de kenmerken en je hebt de processen. Iets over de fysische kenmerken, dan denken we aan textuur. Klei, leem, zand of structuur. En structuur is de porositeit, de kleine poriën, de grote poriën. Maar ook de bodemstructuurelementen of de bodemaggregaten. Als je het hebt over de fysische processen, kan je denken aan vochtbeweging, aan drainage, aan verdamping, aan alle mogelijke aspecten van vochtbeweging die ook nog ter sprake zullen komen later op de avond. Maar niet alleen vochtbeweging is er, maar er is ook gasuitwisseling. En gasuitwisseling is heel belangrijk in een bodem. Een bodem moet vaak goed belucht zijn. Dat betekent dat er gassen moeten kunnen ontsnappen en ook nog verse lucht moet kunnen toetreden. Een bodemproces is ook de bodemdegradatie, dus een
een afbraak van structuurelementen, verslemping, erosie. Kijkende naar de bodemchemie, de kenmerken, dat kennen we allemaal van de analysebulletins, het organische stofgehalte, de voedingsstoffen. De planbeschikbare voedingsstoffen, maar er zijn ook voedingsstoffen die minder planbeschikbaar zijn, die meer vastgelegd zitten in het moedermateriaal van de bodem. De zuurtegraad ons allemaal bekend, maar je hebt ook de zuurstofbeschikbaarheid. Die wordt op zich niet gemeten, maar is heel sterk afhankelijk van de bodemstructuur. Chemische of biochemische processen in bodem zijn stofwisselingsprocessen. Het beschikbaar komen van voedingselementen uit de bodemorganische stof. De absorptie van voedingselementen aan het bodemcomplex. Ook de desorptie van die elementen, de opname van die elementen door het gewas. Je hebt ook eventueel verzuring in de bodem. En verzuring betekent pH-daling, maar betekent ook uitspoeling van elementen als calcium, magnesium, kalium, de bazen. En de zuurstofbeschikbaarheid in de bodem bepaalt ook of er oxidatie- of reductiereacties plaatsvinden. En dat kan je ook soms zien dieper in het bodemprofiel, aan de glijverschijnselen. Wanneer de ondergrond wat meer belucht is, heb je die rode vlekjes. In weinig beluchte en natte bodem zie je soms een blauwe schijn. Aerobie, dat is de aanwezigheid van zuurstof, is enorm belangrijk voor de bodemprocessen. De microbiële activiteit in de bodem hoort feitelijk een aerobe microbiële activiteit te zijn. Een activiteit in de aanwezigheid van zuurstof en met het verbruik van zuurstof. Wat anaeroop is in een bodem, mag eigenlijk maar dit kleine puntje zijn binnen in de cirkel. Je hebt kleine cirkels in de bodem, binnenin de bodemaggregaten die anaeroop kunnen zijn. Dan de bodembiologie, waar we het minst van kennen wat heel complex is. Het bevat allerlei levensvormen. En dit staat hier voorgesteld in het bodemvoedselweb. En tot dat bodemvoedselweb hoort eigenlijk ook de planten, het gewas en de beworteling van het gewas. En planten laten gewasresten achter, maar scheiden ook producten uit, suikers, koolhydraten, in de wortelomgeving, die het bodemleven activeren. Ook het doodorganisch materiaal activeert het bodemleven en zal in eerste instantie benut worden door bacteriën en schimmels. Maar nadien worden bacteriën en schimmels op zich weer benut door hogere levensvormen. Dit is de stofwisseling van de bodem. De bodem is eigenlijk een stofwisselingsstelsel waar de plant ook deel van uitmaakt. En ook de planten en die hele variatie, die grote diversiteit aan bodemorganismen, die gaan ook de bodem vormen. Bodemleven bestaat dus vaak enerzijds uit microflora. De microflora zijn de schimmels en de bacteriën die zich voeden met de gewasresten en die zeer actief zijn in de wortelomgeving. Maar er zijn ook heel veel bodemdiertjes en dat is dan de bodemfauna. Bij de bodemflora heb je dus de schimmels en de bacteriën en daar is de schimmels wel een heel belangrijke component. Een component die we in zekere zin toch wel wat missen in onze land- en tuinbouwbodems. En die zo bepalend is voor de bodemkwaliteit, voor de bodemstructuur, voor het vasthouden van voedingsstoffen, voor het recirculeren van voedingsstoffen, dus voor de afbraak van organisch materiaal. En ook voor de gewasbescherming. Als we kijken naar bodembiologie, kunnen we ook kijken naar twee compartimenten. Als we kijken naar een natuurlijk ecosysteem, dan heb je enerzijds een strooiselaag, waar verse organische resten toekomen, die dan eerst verkleind worden en dan afgebroken worden door schimmels en bacteriën. Daartegenover heb je een heel andere biologie in de wortelomgeving. Een biologie die vaak samenwerkt met de plant en die vaak in symbiose staat met het gewas. Nu, dit
in dit schema, dit is schematisch voorgesteld, waar je de strooisellaag bovenin ziet en de wortelomgeving onderin. In een landbouwbodem is dat iets anders. Dat kan ik zelfs even toelichten. Maar je hebt dus inderdaad twee vormen van microbiële activiteit. Enerzijds in de strooisellaag heb je afbraak en omvorming van vers aangebracht organisch materiaal. En in die wortelomgeving heb je die symbiose tussen de plant en de micro-organismen in functie van plantenvoeding en plantenbescherming. En hier is dit nu gescheiden in de ruimte. In de landbouwbodems is dit niet altijd gescheiden in de ruimte. Men gaat soms organisch materiaal ook wat inwerken. Maar het is best altijd wel gescheiden in de tijd. Dus het organisch materiaal moet wel eerst afgebroken worden, verteerd worden door het bodemleven, door de schimmels en de bacteriën, vooraleer nutriënten ter beschikking gesteld wordt en voedingshumus gevormd. Nog iets over die symbiose tussen plant- en bodemorganismen. Daar spelen vaak mechanismen van plantenvoeding en plantenbescherming. De plant voedt de microflora in de wortelomgeving met een soort cake, koolhydraten, maar ook aminozuren, ook allerlei nuttige hormonen, nuttige stoffen. En de microbiële activiteit benut die cake en stelt in ruil daarvoor micro- en macro-elementen ter beschikking van de plant. Denk maar aan stikstofbindende bacteriën of mycorrhizae schimmels. Maar het behelst ook mechanismen van ziektewering. Doordat de microflora feitelijk in de wortelomgeving de gunstige microflora het worteloppervlak gaat bezetten en ook door een antagonistische werking door de productie van bijvoorbeeld antibiotica tegen ziekte en plaagorganismen. Nu van bodemkwaliteit naar bodembeheermaatregelen. Die kan je indelen in drie grote klasses. Gewassenkeuze, dat is dan rotatie. Niet alleen de cash crops, dus de hoofdgewassen, maar ook de tussenteelten, de groenbedekkers. Een hele grote keuzemogelijkheid waar men creatief mee aan de slag kan. Er is ook de bewerking en er is de bemesting. En die bewerking en die bemesting die heb ik iets kleiner weergegeven, omdat we daar ook een stukje moeten aan de reductie doen. Bodembeheermaatregelen kunnen effecten hebben op bodemkenmerken en processen. Elke maatregel kan positief uitpakken, kan negatief uitpakken of kan neutraal uitpakken. Als we denken aan bodembewerking, dan denken we in eerste instantie aan werktuigen, aan mechanisatie, aan ploegen, cultivatoren, diepwoelers. Maar evenzeer is het bodemleven actief als in de vorming en van de bodemstructuur, meer dan dat de werktuigen zijn. Met werktuigen gaan we wel kunnen remediëren, bijvoorbeeld bodemverdichting, tijdelijk meer beluchten, het bodemoppervlak proper maken voor van gewasresten inwerken voor inzaai, voor de bereiding van een zaaibed of een plantbed. Als we denken aan verdichting wegwerken in de bouwvoer, zijn er twee mogelijke keuzes. Je kan kerend of niet kerend werken. Kerend is dan ploegen. En met ploegen decompacteer je de bouwvoer, je brengt lucht in de bouwvoer. Je werkt gewasresten onder. Je kunt zo een plantbed en zaaibed gaan bereiden. Maar ploegen heeft ook nadelen als ploegselvorming. Je haalt vaak ook het bodemleven overhoop, doordat je feitelijk ook de schimmels een stukje terugzet, die in de toplaag van de bodem actief zijn. Maar er is ook een alternatief als men niet-kerend gaat werken, met een diepe niet-kerende bewerking tot 30, 40 centimeter diep. Kan men met dit toestel, een actisol, de bodemverdichting ook in de bouwvoer wegwerken en de gelaagdheid van de bodem behouden. Men kan er ook de ploegsol mee breken. Dit is nogmaals het bodemvoedselweb in een akkerland, waar je ziet dat het vaak... Dit is een heel compleet bodemvoedselweb, waaruit organisch materiaal afkomstig van de gewasresten, de bacteriën en de schimmels zich gaan voeden. Maar ook waar mycorrhizae schimmels actief zijn op het wortelgestel. En doordat ook hier schimmels in het geding zijn, krijg je ook
allerhande andere organismen die actief zijn. Dat zijn schimmel-etende nematoden, bacterie-etende nematoden. En ook eencellige organismen. Dus dit is eigenlijk een volledig en compleet bodemvoedselweb. En dit is een incompleet bodemvoedselweb. En waarom is het incompleet? Juist omdat we missen de saprofytische, de nuttige schimmels. Hoe kun je die nuttige schimmels of die saprofytische schimmels gaan bevorderen? Je kan dat doen door die gereduceerde niet-kerende bodembewerking. De afbraak en de omvorming van vers organisch materiaal in de toplaag laten plaatsvinden. Dus nooit gewasresten te diep gaan onderwerken. Ligninerijke gewasresten voorzien, dat betekent verhouten gewasresten zoals stro, stromest, maar ook het enten van nuttige schimmels via schimmeldominante compost. Ook compost bevat ruimhoudig materiaal dat deels verteerd is, kan de schimmelontwikkeling bevorderen. Dit is het resultaat van een bodembeheerexperiment in Meulebeke, dat 3 jaar geduurd heeft, waar we verschillende groenten hebben geteeld en waar we 2 factoren onderzochten. Enerzijds de bodembewerking, een kerende bodembewerking zijn de ploegen ten opzichte van de niet-kerende bodembewerking en 3 compostdoseringen, 0,15 en 45 ton per hectare per jaar, compost die jaarlijks in het najaar werd toegepast. En dit zijn de effecten op het bodemleven in de 0 tot 10 centimeter toplaag. En dan zie je van zowel van composttoepassing hier als van niet-kerende bodembewerking allemaal positieve effecten op dit bodemleven, op deze verschillende groepen van de bodembiologie. Bacteriën, actinomyceten, schimmels en mycorrhizae schimmels. Wat wel opvallend is dat de schimmels vooral bevorderd worden in die toplaag door de niet-kerende bodembewerking en niet zozeer door de composttoepassing. En dat enkel composttoepassing een significant positief effect heeft op de gram-negatieve bacteriën. Dit is een monitoring van 5 tuinbouwpercelen in het regionaal landschap Rivierenland, dat is de regio Mechelen-Lier, waar er onderzoek gedaan is naar de nematodengemeenschap. Dit is eigenlijk ook een schematische voorstelling hoe het bodemvoedselweb eraan toe is. En dat wordt weergegeven door die structuurindex. En dan is er ook nog een enrichment index dat gaat over de rijkdom aan voedingsstoffen. Alle landbouwpercelen die onderzocht zijn, hebben een hoge beschikbaarheid van voedingsstoffen, wat normaal is voor een landbouwgrond. Maar 2 van de 5, hebben dus een hogere structuurindex wat de nematodengemeenschap betreft. Het zijn net deze percelen waar er minder bodembewerking plaatsvond. Dus dit wijst op een meer compleet bodemvoedselweb. Perceel 3 was een perceel waar feitelijk beperkt geploegd werd. En perceel 4 was een perceel waar er een afwisseling was met tijdelijk grasland. Ik ga een filmpje tonen waar je kunt zien hoe ook met ploegen feitelijk, het is ook een kerende bodembewerking, maar men ondiep kan ploegen. En in combinatie met dat ondiep ploegen kan de groenbedekker worden oppervlakkig vernietigd.
En dit is dan een filmpje waar met een cultivator, een precisiecultivator, eigenlijk de groenbedekker en hier in dit geval ook een gras, een graslandvijk zeer oppervlakkig wordt afgesneden en ook dus voor in een systeem van niet-kerende bodembewerking nadien te kunnen de hoofdbewerking en het zaaien of planten kunnen doen. Nog andere mechanisatie. Dus u merkt dat eigenlijk ook voor een, als men op een andere manier wil gaan aan bodembeheer doet, dat vraagt ook wel wat innovatie in mechanisatie. Dit is ook op het proefplatform Agroecologie in Haansbeke, waar in het najaar vorig jaar een inzaaien is gebeurd van baktarwe met een zaaimachine die eigenlijk in de stoppel van een neergelegde groenbedekker kan zaaien, dus die vrij goed overweg kan met de gewasresten, omdat in de zaaimachine van Horsch zit er ook een schijvenech ingewerkt. Dus nadat dus dit groenbedekkermengsel, meervoudig groenbedekkermengsel, is neergelegd met de rollen krimper, werd er gezaaid. Dit is een meervoudig groenbedekkermengsel dat noemt Biomax, met verschillende soorten, waaronder ook vlinderbloemige. Dit is dan ook een techniek waarbij de groenblijvende groenbedekker die in bloei komt, geroller krimpt wordt, waarna dat kan gezaaid worden met een direct zaaimachine. Nog iets over bemesting nu, naar bodembewerking, bodemvoeden. Wat doe je met bemesting, maar ook gewassen voeden de bodem met de gewasresten en ik ook al gezegd heb met de exudaten. Dus ze zijn evenzeer belangrijk voor organische stofopbouw. Als bemesting. Bij behoud en opbouw van bodemorganische stof start het toch ook altijd met afbraak en processen. Dus eigenlijk de afbraak van vers organisch materiaal en omvorming. Dus een deel van het organisch materiaal is effectief en zal bijdragen aan het koolstofgehalte, maar een deel zal ook feitelijk verademd worden door het bodemleven. Dus het organisch materiaal kan gewasresten betreffen, maar ook van gewassen, maar ook van groenbedekkers. Je moet ook een onderscheid maken tussen de wortels en de bovengrondse plantendelen, waar de wortels feitelijk meer bijdragen aan het opbouw van het koolstofgehalte dan de bovengrondse plantendelen. Maar ook de wortelexudaten, die uitscheidingen, die zullen bijdragen aan het koolstofgehalte. Maar het is voor de wetenschap nog niet duidelijk in welke mate. Dan ook natuurlijk organische bemesting. Een combinatie van snel en traag werkende organische bemestingsvormen is ook een goede methode om het organische stofgehalte te verhogen. Zo blijkt uit Nederlands onderzoek. En de stabiliteit en de opbouw van organische stof heeft ook te maken met de binding van organische stof aan klei en de bescherming van organische stof in bodemaggregaten. Soms nog meer dan de chemische structuur van de organische stof zelf. We moeten ook opletten voor het verlies aan organische stof door een te intensieve bodembewerking of door een overmaat aan reactieve stikstof. Verstrekt via kunstmest of snelwerkende organische bemestingsvormen als drijfmest. Bemestingsvormen kunnen plantaardig of dierlijk zijn. We hebben ook al proefopzetten gehad met maaimeststoffen feitelijk, dus feitelijk snedes van een groenbedekker. Bemestingsvormen kunnen onverteerd organisch materiaal betreffen, zoals verse stalmest, maar ook compost. De compost kan je bereiden als je vaak groene reststromen kunt combineren met houtig materiaal. Wat de organische basisbemesting betreft, heb je stalmest, compost. Tegenwoordig is er ook veel sprake van bokashi. Bokashi is vaak gewoon hetzelfde als een kuilproduct,
zoals men gras kuilt, kan men vers organisch materiaal, groene materialen, gaan inkuilen om nadien toe te passen op de bodem. Als je die drie producten bekijkt, heb je een verschil in stikstofwerking en effectiviteit van de koolstof. Naarmate je meer effectiviteit hebt van de koolstof, naarmate de koolstof meer bijdraagt aan de bodemorganische stof. Zoals bij compost heb je ook minder stikstofwerking en vice versa. Dat hangt ook samen met de biodegradeerbaarheid. Hoe meer biodegradeerbaar je basisbemesting is, hoe meer stikstofwerking en hoe minder effectieve koolstof. Waar we oplettend moeten zijn bij basisbemesting is ook de koolstof-fosfor en de stikstof-fosforverhouding, omdat we natuurlijk zo weinig mogelijk fosfor willen toepassen met onze basisbemesting. In onderzoek hebben we eigenlijk ook gezien in welke mate compost, stalmest en bijdraagt aan de koolstofsequestratie, afhankelijk van de duur van de proeven en afhankelijk van de koolstofdosering, de hoeveelheid ton koolstof per hectare per jaar, zien we bepaalde retentie, dus eigenlijk opbouw van, dus eigenlijk de effectiviteit van de aangebrachte koolstof met die verschillende bemestingsvormen. Je ziet dat dat voor drijfmest heel beperkter is dan voor stalmest en voor composten en zeer variabel bij composten. Afhankelijk van proefopzet of misschien afhankelijk van toepassingstijdstip of dosering. In datzelfde experiment in de Vechtilco-proef hebben we ook gekeken naar de koolstofopbouw door composttoepassing, maar ook naar de verschillen in koolstofvoorraad in het bodemprofiel bij kerende en niet-kerende bodembewerking. En in geval van bewerking kan je zeggen dat een niet-kerende bodembewerking zorgt voor meer organisch materiaal in de toplaag van de bodem, dus in die 0 tot 10 centimeter toplaag, dan in de 10 tot 30 centimeter laag. En met compost kan je dus feitelijk bodemorganische stof gaan opbouwen of ook behouden. Maar compost buffert ook de pH, omdat compost feitelijk kalk bevat. Nog iets over de stikstofbeschikbaarheid. Heel belangrijk voor onze gewassen als hoofdelement, maar ook op te letten van te veel beschikbare stikstof betekent ook risico op uitspoeling op het einde van het seizoen. Stikstofbeschikbaarheid hangt samen met mineralisatie en immobilisatieprocessen in de bodem, dus afbraak en omvorming van organisch materiaal. Dat zijn biologische processen. We moeten goed beseffen dat het merendeel van de stikstofvoorraad in de bodem wel vervat zit in de bodemorganische stof, dus niet als minerale stikstof aanwezig is. Zo kan een bouwvoor van 30 centimeter bouwlaag met een densiteit van 1,45 kilogram per liter en een koolstofgehalte van 1,5% en een koolstof-stikstofverhouding van 12, 5,4 ton stikstof bevatten. Dus het belang van de bodemorganische stof voor het opbrengspotentieel, voor de stikstofnalevering, is zeer groot. Want meer dan de helft van de stikstofopname afkomstig van bodemorganische stof voor teelten met een langere groeiperiode, dus is afkomstig van die bodemorganische stof. We moeten ook stikstofmineralisatie in het voorjaar kan pieken op onbegroeid land en op vroeg bewerkt land. We kunnen ook extra stikstofmineralisatie hebben. Dat betekent een priming effect door overmatig toepassen of beschikbaar zijn van de reactieve stikstof of minerale stikstof. Bij bemesting hangt de stikstofbeschikbaarheid af van het type organische bemesting. Bemesting met een hoge koolstof-stikstofverhouding als stalmest kan zorgen voor een tijdelijke verlaging van de stikstofbeschikbaarheid door immobilisatie. Maar ook het inwerken van verse organische bemesting kan de beworteling bemoeilijken. Bemestingsvormen met een lage koolstof-stikstofverhouding, zoals drijfmest, heeft een hoge stikstofwerking, maar compost heeft ook een lage koolstof-stikstofverhouding en dat heeft een lage stikstofwerking. Nog misschien om even te duiden wat er gebeurt in de loop van het groeiseizoen,
wat betreft de stikstofbeschikbaarheid in het bodemprofiel. Hier voorgesteld als een gemiddelde voorstelling voor 28 percelen in 2009 met prei als testgewas. Hier zie je de minerale stikstofvoorraad in de 0 tot 90 centimeter bodemprofiel. Er is bemonsterd voor aanvang van de bodembewerking en voor bemesting. En dan een keer de tweede staannamemoment was op het moment 6 weken na planten van de prei. En het derde staannamemoment op het einde van het groeiseizoen in de sperperiode. En wat zien we feitelijk? Een toename van minerale stikstof in het bodemprofiel in de eerste helft van het groeiseizoen. Door een sterke netto stikstofmineralisatie en een beperkte opname van stikstof door het gewas. We zien ook dat bij een hogere aanwezigheid van minerale stikstof, toegepast via de basisbemesting, de mineralisatie veel sterker oploopt. In de tweede helft van het groeiseizoen zie je vaak een daling van het minerale stikstofgehalte. En die daling kan bij een lage bemestingshoeveelheid, een lage input van minerale stikstof via de basisbemesting, die afname kan daar gelijk zijn als aan de opname door het gewas. Maar in het geval van die hoge minerale stikstofbeschikbaarheid en die hoge mineralisatie bij aanvang van het groeiseizoen, is die afname groter dan de opname door het gewas en is er een stikstofimmobilisatie die gecorreleerd is met de microbiële activiteit in de wortelomgeving. Nog heel kort iets over compostering van stalmest voor een betere benutting van de meststikstof met bruine reststromen. Daar zijn we momenteel ook in het onderzoek sterk op gericht. Als je stalmest combineert met bruine reststromen, ga je feitelijk in de opslag een betere benutting of een beter behoud hebben van de meststikstof. En dat zie je feitelijk ook al in het stikstofgehalte van die stalmest die hier... Stalmest die hier louter gestockeerd is, terwijl dat deze stalmest is gecomposteerd met bruine reststromen. De stalmest die louter gestockeerd is, heeft een iets hoger stikstofgehalte op de droge stof. Maar als we kijken naar de samenstelling van de mestcompost, waar ook bruine componenten aan toegevoegd werden, dan zien we dat het gewichtspercentage op de droge stof van de mest is minder dan de helft. Vooral de mest bevat stikstof en niet zozeer die bruine reststromen. Dus er is hier een duidelijke aanwijzing dat meststikstof hier beter behouden is door de compostering dan de meststikstof van de mest in de opslag. Men ziet ook dat de koolstof-fosfaatverhouding van de compost feitelijk een heel stuk hoger is dan die van de mest, wat betekent bijkomende aanbreng van koolstof in de bodem. Bedankt voor de aandacht en alle vragen zijn welkom. Goed, Koen, dank u wel voor uw presentatie. Er zijn heel wat vragen binnengekomen. Ik zal er u een aantal voorleggen. Ik hoop dat je daar kunt een antwoord formuleren. Een aantal praktische kleine vragen, bijvoorbeeld die bokashi waarvan hij sprak. Wat is dat precies en waar kun je dan ook die vinden, waar kun je die halen? Kun je daar misschien nog wat meer toelichten? Bokashi is eigenlijk een product dat je niet ergens, je koopt dat niet aan. Je kan dat bereiden op basis van eigen reststromen op het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan schoningsafval van prei. Die je dan wel combineert met wat stro, om dan in te kuilen. Maar ook feitelijk een snede van een groenbedekker kan gemaaid worden om in te kuilen, om nadien als bemestingsproduct te gebruiken. Er zijn ook telers die tijdelijk grasland hebben in de rotatie, die niet benut wordt als veevoeder, die dan rechtstreeks of als bokashi ingekuild kan benut worden als bemestingsvorm, als bemestingsproduct. Ja, oké. Een zeer algemene vraag. Wat is de beste keuze voor je bodem? Ploegen of niet ploegen? Nou ja, dat is niet zo'n
makkelijk is om daar een antwoord op te geven, Koen, maar misschien een eerste insteek. Ja, het hangt toch een beetje van de conditie, bijvoorbeeld waarin de bodem de winter uitkomt. Als een bodem eigenlijk dichtgereden is door een late oogst van, laat ons zeggen, prei, of een zeer late oogst van maïs, en er is geen fatsoenlijke... Op dat moment in het najaar heb je eigenlijk die structuurschade niet kunnen verhelpen. Je hebt geen bodembewerking meer kunnen doen. Een bodem die zo de winter uitkomt, die ga je met een niet-kerende bodembewerking niet kunnen... Je gaat die niet kunnen decompacteren. Daar ga je best toch ploegen. Dus wanneer je niet-kerende bodembewerking toepast, en dat hoeft zelfs geen diepe niet-kerende bodembewerking te zijn, dat doe je vaak toch, dat je bodem heeft al een bepaalde kwaliteit van bodemstructuur. En die kwaliteit van bodemstructuur die kan er zijn doordat er een groenbedekker is geweest die goed ontwikkeld is, die de bodem goed doorworteld heeft, ja, dan is die bodemconditie feitelijk goed en hoef je daar niet te gaan ploegen om een goede prestatie te hebben van de hoofdteelt. Dus dan kan je daar niet kerend gaan werken. Natuurlijk, mensen die niet kerend werken, trachten zich zo te organiseren dat zij ook dat zij meerjarig niet kerend kunnen werken. Want dat maakt natuurlijk dat je sterk de bodemkwaliteit kunt verbeteren. En ook die schimmelwerking in de bodem kunt bevorderen en aanwezigheid. Ja, oké. Er zijn ook nog wat vragen binnengekomen over die niet-kerende of oppervlakkige bewerkingen in de zwaardere grond. Ik denk bijvoorbeeld aan de polders. Is dat daar haalbaar? Is er ook een voordeel daar om daar minimaal te gaan aan bodemwerking te gaan doen? Er waren een aantal vragen daarover. Ja, ik begrijp dat er vragen zijn. Een kleibodem is wat stugger. Maar het is ook mogelijk door een oppervlakkige bodembewerking en het oppervlakkig inwerken van organisch materiaal een zeer goede bodemstructuur te krijgen in de toplaag van de bodem. Met een niet-kerende bodembewerking ga je dus meer je organisch materiaal concentreren in de toplaag van de bodem, krijg je daar eigenlijk een heel rulle bodemstructuur. Punt is natuurlijk wel dat je ook in een kleibodem voldoende organische stof moet hebben om compactie dieper in de bouw voor beperkt te hebben. Maar een kleibodem kan op zich ook wel veel organische stof bevatten. Dus een kleibodem met voldoende organische stof kan zeker ook passen in een systeem van niet-kerende bodembewerking. Ja. Oké. Dan nog wat verder gaan over die niet-kerende bodembewerking. Was er ook iemand die aanhaalde dat hij al jaren niet-kerend werd en vorig jaar eigenlijk daar niet zo heel tevreden over was, omdat met de droogte en dan de vele regen in het najaar, dat de draagkracht van zijn grond toch sterk minder was dan bijvoorbeeld zijn buren die wel ploegen en eigenlijk een ploegzool hadden. Kun je daar een verklaring aan geven of zijn er nog van die gevallen bekend dat de draagkracht daar wel moeilijker door is of minder is? Het kan zijn dat dat in die situatie het geval was, maar in het algemeen heb je vaak met een niet-kerende bodembewerking een betere draagkracht, omdat je met ploegen vaak je hele bouwvoort dusdanig loslegt, dat je nadien voor bijkomende, ook voor zaaibedbereiding of voor plantbedbereiding of ook andere handelingen in het najaar, dat je vaak bij ploegen minder draagkracht hebt dan bij niet-kerende bodembewerking. Het hangt van af welke bewerking hij gedaan heeft niet-kerend, want met niet-kerend heb je verschillende cultivatoren kun je gaan gebruiken. En je moet natuurlijk ook cultivatoren gebruiken die niet al te diep te zeer gaan woelen. Dus je moet eigenlijk voor je oppervlakkige bewerking zo ondiep mogelijk werken. Niet dieper dan dat je gaat planten of zaaien. En als je dieper gaat werken, met de juiste cultivator werken die de gelaagdheid van de bodem respecteert en die je feitelijk net even decompacteert, even breekt, maar de draagkracht niet hypothekeert.
Ja, oké. Okay. Dan nog vraag rond het oppervlakkig werken, dus niet kerende bodemwerking. Kan het ook met een erosieploeg, wordt gevraagd. En mag je die erosieploeg ook jaarlijks gebruiken of gebruik je die beter niet, meer als de ploeg zo gebroken is? Zelf heb ik geen ervaring met het gebruik van een erosieploeg voor een niet-kerende bodembewerking of een minder kerende bodembewerking. Maar een erosieploeg is ook een eerder diepe woelende bewerking, denk ik, meen ik. Dus die ook niet zodanig de gelaagdheid van de bodem respecteert. Dus ook niet zodanig past in een systeem van niet-kerende bodembewerking. Ja. Dan nog een paar vraagjes rond compost. Specifieke vraag, GFT-compost toepassen bij preteelt. Wat zijn daar de mogelijkheden? Staat er iemand de vraag? GFT-compost is een nutriëntenrijke compost, omdat die gemaakt is van groente, fruit en tuinafval. Is zeker een, ja, zeker een nuttige basisbemesting in prei. Is ook traag werkend en zal voor een klein stukje de prei van de stikstof voorzien die hij nodig heeft. Maar men moet dat ook nog wel rekenen op de stikstofvrijstelling, zeker uit de bodemorganische stof. En op basis van stikstofstalen kijken of eventueel bijbemesting nodig is. Maar het is zeker een gunstig bemestingsvorm voor prei. Ja. Ja. En ook iemand die opmerkt van compost, heeft gemeld dat dat de pH ook wel buffert, omdat compost ook kalk bevat. En die stelt, ja, ik dacht ook dat de compost ook verzurend kan werken. Hoe zit het daar juist mee? Compost is eigenlijk een basisproduct. Dus het is een basisproduct, dus het heeft een pH van meer dan 7, pH water. Of tussen de 6 en de 8. Het is, het is meestal boven de 7. En het is vaak op zich een basisproduct, het bevat kalk, maar en als het vaak mooi rijp is, stabiel, dus uitgerijpt, zal het zeker niet verzuren. Een verzurende werking van organische bemesting heb je vaak als je verser organisch materiaal dieper gaat inwerken, waardoor verteringsprocessen niet optimaal verlopen, waar ook een stukje inkuileffect kan ontstaan en dat geeft verzuring. Maar compost op zich zal zeker geen verzuring geven, een rijpe compost. Oké, prima. Koen, ik dank u alvast voor uw deskundige uitleg. En we gaan nu over naar de tweede spreker. Dat is Dirk De Norme, diensthoofd van de Mestbank Regio West. En die zal in een kwartiertje over het digitale kunstmestregister, de stand van zaken daarvan weergeven. Dirk, aan jou het woord. Goedenavond iedereen. Ja, MAP 6 kunstmestregister is misschien een beetje de vreemde eend in de bijt in deze studieavond rond bodem. Want op zich gaan we het niet over de bodem hebben, maar ik heb toch begrepen van de organisatoren dat ze mij gevraagd hebben om ja, een actueel onderwerp te brengen. En uiteraard, kunstmest en mest komt op de bodem. En we gebruiken dat om onze bodem te bemesten voor onze gewassen en teelten. En kunstmest is daar één van. En sinds dit jaar, MAP 6, zullen we onze kunstmest moeten gaan registreren als landbouwer op perceelsniveau. En hoe komt dat? Ja, de aanleiding of de reden is dat we in Vlaanderen nog altijd met een slechte waterkwaliteit zitten, omwille van de Europese doelstellingen die we niet halen. En dat we toch weten uit vergelijkende studies dat de mestbankaangifte in verband met kunstmest een onderschatte aangifte is. In het verleden lag wel vanuit de wetgeving de focus inderdaad op dierlijke mest en andere meststoffen. Het is ooit begonnen, het mestdecreet, de mestwetgeving met er zijn te veel varkens onder ons. En dat is zo'n beetje gebleven, dat vooral dierlijke mest, want de Europese nitraatrichtlijn spreekt altijd over die 170. Maar anderzijds wordt er uiteraard nog kunstmest gebruikt, want 170 dierlijke mest is onvoldoende voor veel teelten. En tot op vandaag was de mestbankaangifte eigenlijk beperkt tot één keer op jaar opvragen hoeveel kunstmest heb jij vorig jaar gebruikt. Eigenlijk één getal, ik zeg maar iets, 5000 kilogram stikstof. En al of niet nog wat fosfor. Het gaat om stikstof en fosformeststof. Vandaar dus dat de politieke overheid beslist heeft om in MAP 6 de registratie van
de verhandeling en het gebruik van kunstmest ook nauwer op te volgen. En dus een nieuwe taak van de mestbank en anderzijds ook een opdracht voor de landbouwer om de kunstmest te registreren. Het kunstmestregister, die plicht om te registreren, geldt in alle vier de gebiedstypes. Dat zie je ook nog een keer aan de kleuren die we intussen kennen. In de vier gebiedstypes 0, 1, 2 en 3 in functie van de waterkwaliteit. Maar dus zelfs de landbouwers die in goede waterkwaliteitgebied wonen, laten we dan zeggen groen en geel, moeten ook de kunstmest registreren. Maar ook producenten en verdelers, zeg maar handelaars, moeten dus een verhandelingsregister bijhouden. Eigenlijk zeg maar de kunstmest die ze verkopen aan de landbouwers, maar ook aan particulieren of afzetten in het buitenland. En anderzijds, de landbouwer moet ook twee registers bijhouden. Enerzijds de aankoop of het verhandelen, kom daar straks op terug. En uiteraard dan het gebruiksregister. Dat betekent dus het registreren van kunstmest die gebruikt wordt op de percelen. Wat is de wetgevende context? Hoe zit het op vandaag? Wel, het mestdecreet, dus MAP 6, die er is van 2019, stelde eigenlijk al dat de kunstmest moest bijgehouden worden, het zij op papier of digitaal, vanaf 1 januari 2019. We zijn intussen 21, dus in principe moesten we in 19 en in 20 ook al zo'n kunstmest bijhouden. De mestbank heeft daar eigenlijk nog maar weinig controle op gedaan. Dat zal nu veranderen, omdat het de bedoeling was een digitale registratie te doen op het mestbankloket vanaf 1 januari 21. Dat stond dus in de wetgeving in 19 dat we vanaf januari 21 zouden moeten de kunstmest bijhouden op het loket. Maar als je dan zo wat de wetgeving volgt, ja, dat stond wel in het mestactieplan, maar dan is de vraag hoe moeten we dat doen en waar en wanneer? En heeft de mestbank eigenlijk al een loket geopend waar we kunnen registreren? Dat was dus inderdaad niet het geval. En ja, vandaar dus dat er een besluit van de Vlaamse regering nodig was om die details te regelen rond een register van kunstmest. Dat besluit, zoals we dat noemen, is goedgekeurd geweest vorig jaar in oktober 2020. Maar dan moest dat besluit nog voor advies naar de Raad van State. Dat kwam onder andere ook omdat de kunstmestsector daar zich ook wel vragen over stelde. En zeiden, maar ja, dat gaat toch meer dan over de grenzen van Vlaanderen of België als kunstmesthandelaar. En kunstmest we kunnen kopen in Nederland of in Frankrijk of omgekeerd. Goed, intussen is het aangemeld geweest bij Europa. Het is teruggekeerd van Europa. En nu wachten we op een definitieve goedkeuring. Een tweede definitieve beslissing van de Vlaamse regering. En ik heb vandaag vanuit mijn hoofdbestuur vernomen dat de definitieve beslissing van het kunstmestregister, plicht zal ik maar zeggen, geagendeerd staat voor morgen op de Vlaamse regering. Traditioneel komt de Vlaamse regering op de vrijdag van de week bijeen. En morgen zou het besluit rond kunstmest geagendeerd zijn. Dus ik moet zeggen, hier mijn presentatie is nog een beetje onder voorbehoud. We hebben al tientallen vergaderingen gegeven, januari, februari. Toen ook zegden we wachten op een definitieve goedkeuring die we al verwachten eind februari, begin maart. Zou nu morgen zijn. En ik moet dus zeggen, ja, als er morgen in die definitieve beslissing nog links en rechts wijzigingen gebeuren tegenover het besluit dat genomen was, of het ontwerpbesluit van oktober vorig jaar, ja, dan kan ik dat vandaag niet meegeven. Wij wachten af hoe het besluit morgen zal genomen worden. En uiteraard gaat de mestbank dan, laten we zeggen, de komende weken verder informeren naar de landbouwsector wat nu het definitieve besluit is voor dat register. Maar goed, ik ga ervan uit dat als er al wijzigingen zijn, dat dan niet zo heel veel zal zijn, heeft men mij toch gezegd. Dus kunnen we vandaag toch wel een en ander meegeven. Maar dus nu concreet voor ons allemaal als landbouwer, wat betekent dat nu op vandaag, voor morgen nog, voor de definitieve beslissing, wat moesten we eigenlijk doen vandaag en gisteren? Wel, in principe was er dus al een verplichting van de registratie van aankoop of verhandelen of het gebruik, zoals ik heb gezegd, doordat het mestdecreet MAP 6 dat al in 19 heeft opgelegd. Maar dat konden we toen nog doen op papier of op een eigen digitaal systeem of bij onze boekhouder of in de kunstmestboekhouding, wat we misschien eigenlijk voor onszelf toch al doen. En in feite kon het al sinds 1 januari ook op het mestbankloket. Dus de mestbank had al een register klaargezet. Sommige boeren hebben daar al gebruik van gemaakt, maar het is tot op vandaag nog niet verplicht. Misschien, laten we zeggen, na de beslissing morgen van de Vlaamse regering, dat het dan wel zo een definitieve datum zal zijn. In principe moet het dan nog in het staatsblad staan enzovoort. Maar goed. Dus,
Pas na de publicatie van het Belgisch Staatsblad zal dan de registratie verplichten op het loket, maar in het besluit staat al, en dat zal waarschijnlijk niet veranderen, als het dus morgen wet wordt en het moet geregistreerd worden, dat het ook betekent van de eerste keer met terugwerkende kracht. Dus in principe wil de wetgeving dat alle kunstmest geregistreerd zal worden op het mestbankloket voor Hans 21. Dus de kunstmest die al zou gebruikt zijn nu in dit voorjaar, en die je dus ergens hebt bijgehouden, die zal in principe dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari moeten geregistreerd worden op het loket. Goed, ik ga mij nu beperken vanavond voor het kunstmestregister voor landbouwers. Dat is hier ook het doelpubliek. Welke kunstmest moet in het register? Wel alle kunstmest die stikstof of fosfor bevat. Dus ja, geen kalium op zich, of dat speelt geen rol. Het staat om stikstof of fosfor, ook zoals we de dierlijke mest opvolgen. Wel meegeen dat spuiwater uit zure wassers, die nu erkend is als een kunstmest, ammoniumsulfaat ook moet mee opgenomen worden in het register. Maar spuiwater uit biologische wassers niet. Dat is eigenlijk een andere meststof. En zoals gezegd, kunstmest die geen stikstof of fosfor bevat, geen registerplicht. Dus bijvoorbeeld kalkmeststoffen of producten zonder stikstof of fosfor moeten niet in het register. Ik verwijs ook hier graag naar onze website. Zoals Bart de Bus heeft aangekondigd, komt de PowerPoint bij jullie beschikbaar. Dus dan heb je dat adres. Maar op de website van de VLM staan toch wel een aantal vragen met betrekking tot kunstmest, waar je al een en ander antwoord kunt vinden. Goed, wat houdt het kunstmestregister dan in? Wel, elke aangiftepliktige landbouwer die kunstmest gebruikt, zal dus een register moeten bijhouden. En zoals gezegd, twee. Enerzijds een handelsregister of verhandelingsregister en een gebruiksregister per perceel. Ten eerste, wat is de verhandelingsregister? Dat is dus eigenlijk het aankopen van kunstmest. En ja, hier is gewoon opgezond, wat moet dan in dat register? Als je al naar ons loket zou gaan, dan vind je dat daar terug. Dus het is wel logisch, het soort mest, of het soort kunstmest, is het ammoniak, nitraat of is het kalknitraat, noem maar op, dus waar stikstof of fosfor in zit. Uiteraard de kilo's, liters, de tonnages, datum, ontvangst en vertrek en identificatie tegenpartij. Dus van waar hebben we dat gehaald? En ook spuiwater, dat heb ik gezegd. En ook wel van belang, in het aankoopregister moet ook de kunstmest vermeld worden die dan later op het groeimedium zal gebruikt worden. Maar het gebruik op groeimedium moet niet ingevuld worden. Op andere percelen wel, op groeimedium niet, maar wat we aankopen om te gebruiken op groeimedium moeten we wel registreren. Ik geef hier nog mee dat dat verhandelingsregister ook kan betekenen een overdracht. Bijvoorbeeld, jij koopt of we kopen kunstmest aan, vader en zoon kopen samen aan en de vader draagt dan een deel over aan zijn zoon. Of ik koop mijn kunstmest aan, maar ik heb ook gronden in Wallonië of Noord-Frankrijk, zeg maar iets. Die registratie op Waalse gronden en Franse gronden moet op zich niet gebeuren, maar moet wel we hebben die wel aangekocht, dus die komt in ons handelsregister. En dan kunnen we, als je op het mestbankloket gaat, in dat verhandelingsregister kunt je dan zetten dat een deel van die kunstmest afgezet is op gronden buiten Vlaanderen, gewoon bijvoorbeeld 1000 kilo, maar geen verdere percelregistratie registratie niet meer. Wie kan verhandelingen registreren als landbouwer? Dus dat je mest hebt aangekocht, uiteraard de landbouwer zelf, maar ook een volmachthouder. Er zijn toch wel een aantal landbouwers die voor een mestbank aangelegenheden werken met een volmachthouder. Ik denk maar aan aangiftes invullen, vergunning, MVC van mestverwerking overzetten, aanvragen, derogatie, noem maar op. Wel, kort gezegd, de mestbank heeft aan wie een volmachthouder was voor invullenrecht op de mestbankaangifte, daar heeft de mestbank automatisch aan die volmachthouders een volmacht gegeven dat zij voor hun klanten ook het kunstmestregister kunnen invullen. Dus daarvoor moet de boer niets niet meer doen. Dus hij, als boer, niet willen dat die een volmachthouder die wel mijn aangifte invult, maar dan gezegd, ja, hij moet mijn kunstmest niet aangeven, moet dat niet, ik wil dat eigenlijk niet. Wel, dan moet je hem dus op je loket schrappen als volmachthouder. Als je dat niet doet, dan zal die volmachthouder dus naast aangiftes invullen enzovoort ook de volmacht hebben om het register voor u digitaal in te vullen. Oké, dat is het verhandelingsregister. Veel meer kan ik daar niet over zeggen. Alleen als we naar het loket zouden gaan, dat je daar dan een beter beeld hebt. Ja, waar staat dat of hoe ziet dat eruit? Van belang is uiteraard voor ons als landbouwer ook het gebruiksregister. Gebruik van kunstmest op percelen in Vlaanderen moeten we dus vanaf dit jaar aangeven. Dus op perceelsniveau, de datum van het gebruik, wanneer hebben we kunstmest gebruikt, welke kunstmest was het, weer diezelfde codes, hoeveel kilo of liter per hectare. Ook dus spuiwater als we dat gebruiken. Ik wil nog meegeven, als je spuiwater hebt van je bedrijf, maar je
ja, draagt dat over of er komt dan een ander landbouwer halen, dan moet dat dus uiteraard in uw verhandelingsregister genoteerd worden, dat je spuiwater hebt afgezet bij een ander. En dan is het die andere boer, die buurman, die het spuiwater gebruikt, die op zijn perceel dan de gebruiksregistratie zal moeten doen. En zoals gezegd, groeimedium zijn vrijgesteld van het gebruiksregister, dus kunstmest die gebruikt op potten of container, velden op groeimedium dan, die moet je niet in het gebruiksregister zetten, maar je hebt die wel moeten aankopen en vermelden in je verhandelingsregister. En dan van dat gebruiksregister, dus als er nu mest, kunstmest uitgereden wordt of gebruikt wordt op een perceel, ook hier de vraag wie moet of kan dat register dan per perceel invullen. En wel, en dat is een beetje raar misschien, maar ik geef het toch mee. Elke landbouwer kan kunstmest gebruik op elk perceel registreren. Dus boer A kan op een perceel van boer B zeggen dat hij daar kunstmest gebruikt heeft. Uiteraard is dat niet de bedoeling als we dat niet doen. Als we daar geen kunstmest uitrijden, dat we dat dan ook niet doen. De verantwoordelijkheid blijft bij de gebruiker van het perceel op 1 januari. We moeten goede afspraken maken. Ik heb het hier uiteraard dan over seizoenspacht. Dus dat kan voorkomen dat boer B kunstmest gebruikt op het perceel van boer A, omdat misschien boer B uiteindelijk de aardappelteler is of de groenteteler. Het kunstmestgebruik moet geregistreerd op een gebruikt perceel, uiteraard ook maar 1 keer. En als daar 2 boeren dat perceel gebruiken of dus aangifte doen ervan op de verzamelaanvraag, moet 1 van de 2 zorgen dat de registratie gebeurt. Er is ook een rapport beschikbaar per perceel, dus als boer B op het perceel van boer A daar kunstmest zou gaan opschrijven dat hij dat daar toegepast heeft, dan zal boer A uiteraard dat kunnen volgen op het rapport van zijn percelen zoals hij ze aangeeft op de verzamelaanvraag. Anderzijds kan uiteraard ook weer de volmachthouder de registratie doen van de kunstmest die op het perceel gebruikt is. En zelfs bijvoorbeeld een loonwerker, bijvoorbeeld loonwerkers die vloeibare mest uitrijden, die kunnen dat ook doen wanneer ze een volmacht hebben om uw percelen te registreren. Oké, dat is zo allemaal de theorie uiteraard daar rond. En dat is ook de bedoeling dat er een besluit is. Hoe moeten we het doen? En een andere vraag is ook, wanneer moeten we de registers invullen? Ik zou kunnen zeggen, we kunnen dat allemaal doen op het einde van het jaar. En tussen kerstdag en nieuwjaar hebben we tijd om dan een keer ons kunstmestboekhouding te doen. En wel, dat zal niet kunnen volgens de mestwetgeving. Want men wil de kunstmest van dichterbij en korterbij opvolgen. En de basisregel is dat 1 week na de registerplichtige feiten, dus na aankoop of na gebruik op het perceel, binnen de week, staat er in de wetgeving, zal het register moeten worden ingevuld. Zowel het verhandelingsregister als het gebruiksregister. Maar er is wel een uitzondering, en straks nog een uitzondering. De eerste uitzondering is wanneer we dus kunstmest aankopen en we gebruiken daar een deel van binnen de week, of volledig, dan moet de registratie eigenlijk maar een week na het eerste gebruik. Een beetje moeilijk als ik dat zo zeg, misschien, maar het staat een voorbeeldje onder hier. Dus bijvoorbeeld kopen we kunstmest aan op 20 april, 500 kilo. Een paar dagen later gebruiken we daar 200 kilo van. Wel, zoals de wetgeving voorschrijft, zal de registratie dan moeten gebeuren op 30 april. Waarom 30 april? Wel, dat is dan 1 week na het eerste gebruik. Dus op 30 april kunnen we dan zowel ons 500 kilo die aangeleverd is in ons verhandelingsregister inschrijven en zeggen van welke handelaar we die gekocht hebben enzovoort. En we hebben 200 kilo gebruikt een paar dagen later. Dus tegen 30 april moeten we dan die 200 kilo ook vermelden in ons gebruiksregister op welk perceel we dat gebruikt hebben. Maar ik heb gezegd, er is eigenlijk nog een tweede uitzondering, omdat dat nieuw is, dat kunstmestregister. Dus wanneer moeten we het register invullen op het mestbankloket? De basisregel stond dus op de vorige slide binnen de week na aankoop of gebruik. Maar staat er in het besluit dat er voor 2021, dus zijnde dit jaar, een overgangsregeling is. Ja, goed, men neemt aan dat dat ook nieuw is enzovoort. En men zegt eigenlijk, kijk, we krijgen een maand de tijd om dat in het mestbankloket te registreren. Een maand na aankoop of gebruik. Maar ja, het zou misschien de mestwetgeving niet zijn. De ene uitzondering op de andere volgt dan. Er staat ook in de wetgeving dat we dit jaar een maand de tijd krijgen om dus ons kunstmestregister in te vullen op het mestbankloket. Maar deze uitzondering van die 30 dagen geldt niet voor bedrijven met teelten op volle grond dan, sierteelt, boomkweek en vooral groentegroep 1 en 2 of de aardbeien. En die sierteelt, boomkweek, groentegroep 1, 2 of aardbeien zijn eigenlijk ook die teelten waar nu al verplichte stikstofanalyses moeten genomen worden. Dat zijn teelten
waar meestal het nitraatresidu niet zo goed is. En vandaar heeft men gezegd, kijk, wij willen dat daar korter op de bouw wordt geregistreerd. Dus bedrijven met siertiel, boomkwek of groenten, ook op die percelen waar geen groenten staan, zal de registratie binnen de week moeten. Is er dus geen uitzondering dat we daar een maand de tijd krijgen. Ik geef een voorbeeld, ik denk dat dat altijd meest duidelijk is. Bijvoorbeeld op 20 april wordt kunstmest geleverd en 3 dagen later gebruik ik daar een deel van. Wat zegt de wetgeving? Dat ik dat moet registreren. Wanneer dan? Eerst en vooral dus voor bedrijven zonder teelten van die sierteelt of die groenten. Die krijgen dus een maand de tijd. Wel, dus aangekocht 20 april, gebruikt 23 april. Wel, digitaal of op papier moet in principe nog 7 dagen na het eerste gebruik. Dat blijft eigenlijk wel. Je moet het ergens bijhouden. Maar om het in het loket te registreren, dus het digitale, waar misschien niet iedereen even handig mee is en dat nog allemaal wat moet leren, krijgen we dus 30 dagen de tijd na het eerste gebruik. Dus van 23 april naar 23 mei, in mijn voorbeeld. Anderzijds bedrijven die wel die teelten hebben op volle grond, als die sierteel, boomkwek en die groentengroep 1, 2 en aardbeien, die krijgen dus die uitzondering van die maand niet. En die moeten dus binnen de 7 dagen na het eerste gebruik ook op het mestbankloket de registratie doen van de gebruikte kunstmest. Ja. Oké, nu gaan we iets dichter op. Laten we zeggen dat we daar nu de theorie kennen. Wie moet registreren en tegen wanneer moet dat en hoe zit dat? Wel, waar vind je de registers op het mestbankloket voor wie nog niet gaan spieken is op het loket? Dus we hebben 2 soorten registers bij de landbouwer. Het aankoop- of het verhandelingsregister en het gebruiksregister. Gaat je naar het mestbankloket ja, met je paspoort en pincode of via iets.me, dan kom je dus op dit overzichtsscherm, waar de verschillende rubrieken van de mestwetgeving staan. Voor wie dat nog niet had opgemerkt, dus die rubrieken staan staan alfabetisch gerangschikt. We beginnen met de A en we eindigen hier op het einde bij de volmachten. Maar hier zien we dus kunstmestregister staan, verhandelingsregister en gebruiksregister. Klik je op het gebruiksregister, dan kom je op dit scherm. En hier ziet je, ik weet niet of het goed leesbaar is, het is een beetje wazig ook bij mij, maar hier staat er dus verhandelingsregister, gebruiksregister, hier dan ook overzichten of soort rapporten die je kunt oproepen. We krijgen hier nu een leeg scherm, omdat dat hier een register is van de landbouwer die nog niks heeft geregistreerd. Ik wil ook nog meegeven, je ziet het hier al staan, de verzamelaanvraag 21, sommige boeren hebben die al ingevuld, anderen niet. Maar los daarvan zijn de percelen van 2021 nog niet beschikbaar in dit register. Ons hoofdbestuur heeft mij gemeld dat dat in principe vanaf volgende week wel zo zal zijn. Dus voor wie zijn verzamelaanvraag al heeft ingediend van deze week en vroeger, zal in principe ergens vanaf volgende week, einde maart, zijn percelen terugvinden in dit kunstmestregister van 2021. Het is te zeggen 2 dagen na het invullen van de verzamelaanvraag. Maar goed, hier zien we dus niks, omdat die landbouwer nog niks heeft ingevuld. In principe kunnen we nu invullen op percelen van 2020. Als je dat nog niet gedaan hebt dit jaar, dan heb je dus een leeg vak. Maar hier staat er dan nieuwe registratie. Dus dat wil zeggen, ik zit hier dus nu in het gebruiksregister en ik wil aangeven dat ik bijvoorbeeld gisteren kunstmest heb gebruikt op een bepaald perceel. Dan moet ik naar mijn kunstmestregister gaan, gebruiksregister, drukken op nieuwe registratie en dan kom ik op zo'n scherm. En ja, dus ik zit in het gebruiksregister en dit zijn mijn percelen. De kaart zoomt onmiddellijk in naar mijn percelen. En ik kan dan hier invullen dat ik bijvoorbeeld dienendatum vandaag, gisteren kunstmest heb gebruikt, mestcode. Dus je kunt hier dan kiezen voor ammoniaknitraat, kalknitraat, wat weet ik niet. Of een naam geven als het een eigen mengeling is die je gemaakt hebt. Procentuele stikstof en fosfor. Als het kunstmesten zijn die in de handel beschikbaar zijn, dan gaan die procenten daar vanzelf in komen. Dan moeten we hier nog invullen hoeveel kilo, liter of ton we gebruikt hebben. De percentages zullen omgerekend worden in kilo stikstof of fosfor. En zo vullen de regeltjes zich aan. Een perceel kunt je hier kiezen. Het was op een bepaald perceel. Je kunt hier in het toevoegen en zelf kiezen. Uiteraard kunt je hier ook kiezen of op de kaart. Die plusteken is eigenlijk ook om een perceel aan te duiden die bijvoorbeeld niet van u is. Omdat je daar misschien seizoenpacht op doet en wel zult de bemesting en de groenten planten, maar het perceel is op 1 januari van iemand anders. Wel, uiteraard weet jij van wie dat perceel is en kunt je het gaan zoeken door op dit plusteken te drukken. En zo, ja, wie ook al intussen wat gewoon is om percelen aan te duiden via de SNAP, om dus de staalnaams aan te melden, de staalnaamapplicatie, is het wat gelijkaardig om hier het kunstmestregister in te vullen.
We kunnen omwille van de tijd hier nu niet verder op ingaan. Ik heb een paar printscreens getoond, zoals ze zeggen. Maar wanneer je naar die link gaat, en dat gaat je dus kunnen doen door, als je de PowerPoint hebt, als je naar die link gaat, dan kom je op een overzicht van de website. En dan staat er ook tussen, hoe ziet het kunstmestregister eruit op het mesbankloket? Als je daar dan op klikt, dan gaat je naar een aantal filmpjes die de mesbank gemaakt heeft, die u tonen, een soort handleiding, hoe dat we het kunstmestregister kunnen invullen. Zowel van het verhandelingsregister als van het gebruiksregister. Een keer voor als het is op uw eigen percelen. En een keer wanneer je een perceel van iemand anders, omwille van seizoenpacht, bemest. Dus dat perceel zit dan niet in uw overzicht. Maar je kunt dat perceel dan gaan zoeken bij uw buur. Dus daar vind je enkele filmpjes op de website van de VLM. Oké, en dan de laatste slide die daar eigenlijk mee gekoppeld is. De kunstmest moeten we nog altijd aangeven in onze mestbankaangifte. De mestbankaangifte loopt nu. Veel landbouwers hebben die al ingevuld. We hebben nog tijd dit jaar tot 31 maart. Dus zoals vroeger moeten we dus het gebruik van kunstmest in 20 nog aangeven. Hoeveel kunstmest heb ik vorig jaar gebruikt? En nieuw is dat we dus ook de kunstmest in opslag moeten aangeven op 1 januari 21. Zodanig dat dan in de mestbankaangifte volgend jaar ook de opslag van kunstmest op 1 januari 22 zal moeten aangegeven worden. Dit betekent dat we dus een verschil kunnen maken in stok 1 januari 21, stok 1 januari 22. Samen dan met de registratie van de kunstmest die we dit jaar gaan doen op het loket, kan de mestbank dus nagaan wat is het gebruik van kunstmest geweest in 21. Namelijk, ja, het gebruik hebben we, maar er kunnen ook aankopen zijn die dan nog in stok zitten. Dus eigenlijk een beetje like de dierlijke mest, maken we dan een stokverschil en kunnen we een balans maken. En ja, we moeten zeggen gelijk dat is, door het feit dat ook de handelaar aangifte zal doen van zijn verhandelingsregister en zal zeggen, ik heb aan boer A x kilo verkocht, aan boer B zo y kilo. Goed, dan moeten we die x en die y respectievelijk bij boer A en boer B ook terugvinden. En dat is inderdaad dus de bedoeling in MAP 6 om via een soort kruiscontroles toch wel na te gaan of de kunstmest die verhandeld en verkocht geweest is in Vlaanderen ook wordt aangegeven als gebruik. Indien niet, zit hij dan nog in stok of is hij misschien gebruikt op buitenlandse gronden. Ja, dat is in de notendop. Men had mij gevraagd niet te lang naar het tijdsbestek. Dus dat zijn eigenlijk mijn slides om de kunstmestregister te duiden. Ik herhaal, we wachten op het besluit, eventueel morgen. En we gaan dan nog verder communiceren als daar wijzigingen rond zijn. Goed, Bart, ik geef terug het woord aan u. Ja, dank u wel voor uw presentatie. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Ik ga daar een paar uit pikken. En ook van bij Koen zijn heel veel, bij de eerste presentatie, heel veel vragen binnengekomen. Die vragen die niet beantwoord zijn, en ook de rest gaan we allemaal schriftelijk beantwoorden en dan bezorgen aan alle deelnemers van vanavond. Want het is onmogelijk om alle vragen te beantwoorden. Voor Dirk zijn heel specifieke vragen en ook heel algemene vragen. Ik ga misschien beginnen met een algemene vraag, een kritische vraag. Die een paar keer binnengekomen is, wat is nu eigenlijk het nut van dat wekelijks of zelfs maandelijks gaan registreren en doorgeven van de kunstmest, aankoop en gebruik? Was dat niet mogelijk om dat ook op jaarbasis gewoon te doen, aankoop en het gebruik te gaan registreren? Ja, enfin, ik begrijp de vraag en laat ons zeggen dat wij die als mestbankmedewerkers ook wel een stuk stellen. Er is al discussie geweest, het is al jaren dat er gezegd wordt, ja maar de kunstmest is eigenlijk niet gekend. Ik heb gezegd in het begin, de boer geeft u nu eenmalig aan op de mestbankaangifte, zet daar een getal op. We gaan ervan uit dat dat juist is. Maar wanneer we vergelijken met het landbouwrapport, dan wordt ongeveer maar 60% van de kunstmest aangegeven in de mestbankaangifte. Dus wanneer we dan balansen berekenen of naar nitraatresidu's, ja, dan zoeken we naar oorzaken en dan missen we daar misschien een stuk toch wel van de kunstmest. Oké, dan kunnen we gaan discussiëren. Moet dat eigenlijk wekelijks en moet dat bijgehouden worden? Dat is uiteindelijk een politieke keuze dat het register er zo zal uitzien. Ik wil wel nog aanvullen dat de mestbank niet de bedoeling heeft om de kunstmest dan ook per register als dusdanig op te volgen in de zin van controle per perceel te doen. Want er geldt nog altijd de bedrijfsbenadering. Dus een boer heeft 20 hectare en mag daar zoveel dierlijke mest of kunstmest op gebruiken. En mag op een bepaald perceel wel meer bemesten als hij dan op een ander perceel wat minder bemest. Dus het blijft de bedrijfsbenadering, maar het gaat om een korte opvolging die men wil doen
door dus te zeggen, kijk, een registratie per perceel en ja, kort op de bal. Dat is eigenlijk de reden. Meer uitleg heb ik daar ook niet van. Ja. Nog een andere vraag, ook eerder algemeen. Heel wat telers volgen ook een teeltregistratiesysteem. Vullen daar eigenlijk alles wat ze doen ook in, ook onder andere het kunstmestgebruik. En dan stellen ze de vraag, ja, moeten we dat gaan dubbel gaan registreren? Waarom moeten we dat twee keer gaan doen? Kan dat niet gewoon meetellen als we dat doen in onze teeltvisie of in ons teeltregistratiesysteem? Is dat niet voldoende? Nee. Ja, het is kort geantwoord. Het loket zal moeten registreren omdat de mestbank uiteraard van het loketgegevens zal vertrekken om berekening te maken, balansen te berekenen. Wat wel kan, dat is wanneer in die, laten we zeggen, kunstmestboekhoudpakketten of bepaalde registratiesystemen, als, laten we zeggen, de landbouwer zelf of eventueel zijn vertegenwoordiger of degene die die pakketten aanbieden, die kunnen er wel voor zorgen dat de landbouwer misschien blijvend registreert in zijn, laat ons zeggen, systeem of vegaplan of wat dan ook, maar kan eventueel in bulk die gegevens overgezet worden in het register bij de mestbank. Ik heb daar nu niet op gewezen, omdat dat misschien voor een individueel landbouwer niet zo simpel is technisch dan, maar er is ook een rubriek voorzien in het register dat dus bulkgegevens kunnen worden ingeladen in één keer vanuit een ander bestand. Maar daar moeten ze dan misschien een keer de leverancier van het pakket voor vragen. Men noemt dat de zogezegde CSV bestanden, dus separated values, zodanig dat ja, een volledige registratie in één keer kan overgenomen worden. Dat kan misschien een hulp zijn, maar anderzijds, het volstaat niet van ik heb het op mijn eigen PC of op een eigen programmaatje. Het zal wel degelijk in het mestbankloket moeten geregistreerd worden. En dan misschien een stukje aansluitend ook, als loonwerkers kunstmest toepassen, bijvoorbeeld bij het zaaien van maïs en rijenbemesting of bemesting van tarwe of dergelijke meer. Hoe moet dan die registratie gebeuren? Als ik de vraag goed begrijp, allee, of kan vatten wat de vraag juist inhoudt. Ja, oftewel zegt de landbouwer dan aan de boer, kijk, ik heb vandaag x aantal kilogram meststof gebruikt op uw perceel of percelen en dan zorgt de boer voor de registratie. In het andere geval kan de loonwerker eventueel zelf de registratie doen op die percelen. Dat moeten ze onderling afspreken. Het is te zien, speelt die loonwerker gewoon tussenpersoon in de zin van hij voert gewoon uit en de factuur van de kunstmesthandelaar gaat dan toch naar de boer, dan zit de loonwerker daar voor niks tussen. Als de loonwerker de kunstmeststoffen eerst op zijn naam heeft genomen om ze dan zelf te factureren aan de landbouwer, ja, dan zou het wel eens kunnen dat die loonwerker zich ook zal moeten registreren als kunstmesthandelaar, maar dan, wanneer is dat dan? Zij kunstmesthandelaar als je dan minstens zelf 10.000 kilo stikstof verhandelt. Ik denk dat in de meeste gevallen de factuur rechtstreeks van de handelaar naar de landbouwer gaat, dat de loonwerker gewoon uitvoert, maar de loonwerker zal dan misschien wel beste gegevens doorgeven aan de landbouwer, ja, wat dat er in die dag, op welk perceel en hoeveel hij precies heeft uitgereden. Ik wil ook nog meegeven, dat is misschien in de marge, wanneer een boer bemest, of is het nu de loonwerker, en hij zegt, ja, ik ben een hele dag bezig geweest, ik heb 3-4 percelen bemest tegelijkertijd, allee, of op één dag met dezelfde meststof en in dezelfde, ja, allemaal grasland, ik zeg maar iets. Wel, dan kan hij eigenlijk ook in één beweging die 4 percelen in één keer registreren. Hij klikt ze gewoon aan en zegt dan 1000 kilo op perceel 1, 2, 3 en 4, en dan zal het register van de mestbank zelf de verdeling maken over die 4 aangeduide percelen. Arato dan van de oppervlakte van die percelen. Dus er zitten wel een aantal dingen in die wat sneller kunnen gebeuren, dat niet altijd perceel per perceel moet. Ja. Dan nog een vraag, wat ken ik zelf het antwoord denk ik, en ook wel door jou gegeven. Vloeibare stikstofmeststoffen, die moeten ook wel degelijk geregistreerd worden. Hè? Ja, ik wil nog heel kort, Bart, ik ben blij dat de vraag komt. In principe, alleen misschien een klein korte opzomming, omdat we die vragen krijgen, maar producten die verkocht worden als een gewasbeschermingsmiddel, en soms zit daar ook een vloeibare drager in, met een beetje stikstof enzovoort, dat is geen kunstmest. Hè. Als de basis een gewasbeschermingsmiddel is, geen registratieplicht. Producten, en meer zien we dat biostimulatie,
coagulanten gebruikt worden op basis van zeewier of micro-organismen, ook weer als drager soms een beetje stikstof of fosfor, zal ik maar zeggen, dat moet ook niet geregistreerd worden. Maar bladvoeding die wordt bijgemengd in bijvoorbeeld in, tijdens een bestrijding, een gewasbestrijding of een beschermingsmiddel, sorry, we gaan het gewas niet bestrijden, we gaan de ziektes bestrijden, dus in beschermingsmiddelen en we mengen dat met bladvoeding, dan moet de bladvoeding wel worden aangegeven. Ja, maar dat was ook een vraag, ook dus die bladvoedingen met zeer lage stikstofinhouden en totale stikstofheft dan per hectare, ja. Die moet ook in het register. In principe wel, vandaag is er, tenzij dat daar morgen verandering in komt, want dat zijn de dingen waar wat discussie over was, maar in principe zijn er geen ondergrenzen wanneer producten erkend zijn als een kunstmestproduct en ze worden gebruikt, ja, los van de lage hoeveelheid is het in principe een te registreren kunstmeststof. Ja. 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 Goed, ja. Dit, voor fruitdielers wil ik nog meegeven dat die misschien met fertigatie zitten. Dat is misschien ook wel interessant. Die luisteren. Dus dan mengen die ergens een kunstmest of een meststof in de vloeistoftank. En dan wordt er druppelsgewijs gevoed. Een paar uur, een paar dagen, misschien zelfs een paar weken. Dan moet de registratie één keer gebeuren bij de opstart van de fertigatie. Dus dan niet en zeg maar, iedere dag druppelen we een beetje meststof, moeten we dan iedere dag registreren? Nee, het is bij de aanmaak van de meststof, zal ik zeggen, de opmenging en dan de start van de fertigatie. Ja. Goed, de vragen zijn heel talrijk die binnengekomen zijn. We gaan ze hier moeten bij laten de vraag stellen, maar we gaan dus alle vragen aan jou bezorgen, Dirk, dat er dan een antwoord kan opgegeven worden, dat iedereen een antwoord krijgt, ja, op een gestelde vraag. Oké. Okay. Goed, en dan gaan we over naar onze laatste spreker. Laatste spreker is Guido Wiseuren. Hij is hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is ook al door Hugo voorgesteld geworden. Dus ik ga gewoon dadelijk het woord geven aan Guido voor zijn presentatie die al klaar staat. Guido, dat is aan jou. Ik denk, Guido, dat je je geluid niet aanlegt nog. Nu wel. Ja, nu wel. Dat klopt. Oké, goedenavond iedereen. Ik heb al wat slides geschrapt ondertussen. Als laatste spreker heb je altijd de pech dat je op het einde komt. Dus ik ga een beetje een combinatie maken van irrigatie, drainage en bodemstructuur. Maar we hebben al heel wat over bodemstructuur gezien in de eerste lezing. Dus ik ga daarop doorgaan. Dus er is duidelijk een crisis over water. Zeker 2018, maar ook 2020. Dus de directeur van Ardo, Maxim Beklag, een deputé van West-Vlaanderen. Dus er is zeker wat te doen rond water. Maar nu wil ik toch een keer iets heel eigenaardigs tonen en dat is de kaart van Europa. En als we nu kijken naar de kaart van Europa, dat is de kaart van hoeveel dat er geïrrigeerd wordt. Dan zien we het vreselijk raars. Als we ten noorden van ons kijken, naar Nederland, dan wordt daar stevig geïrrigeerd. Ten zuiden van ons in Frankrijk ook. Als we naar Engeland gaan, naar het zuidoosten, dat is dus Cambridge, Norwich, daar hebben ze maar 500 mm per jaar, hè, wordt stevig geïrrigeerd. En ook Denemarken doet er goed aan mee. En dan zijn wij zo precies een plek waar het er niet geïrrigeerd wordt. Dus dat is heel merkwaardig. Als ik dan inzoom daarop, is er dus weinig irrigatie. Dus dan zie je dat er in West-Vlaanderen hier wat aangeduid wordt, een beetje in de Kempen, maar voor de rest heel weinig. En volgens de officiële statistieken zou er maar 0,4% geïrrigeerd worden in België, terwijl dat in Nederland 6 is en in Denemarken zelfs 9. En ik ben een paar jaar terug in Denemarken geweest, er wordt daar inderdaad stevig geïrrigeerd. In Spanje is het ongeveer 15%, maar daar is het water beperkend, meer dan het land zelfs. En dus, dat is een beetje eigenaardig. Die 0,4% is duidelijk een onderschatting. We irrigeren minder dan Nederland, dat is ook wel een feit, denk ik. Maar allee, ik ben daar zeker van. Maar dus, het is misschien eerder 3-4%. Dus we irrigeren wel degelijk, maar dus, dat is zo'n blinde vlek op de kaart van Europa. Ik ga rap een keer door iets crossen. Ik denk dat iedereen het wel weet, maar het is toch wel goed van een keer rap een paar dingen te zeggen. Dus waarom water voor de plant? Sorry dat ik hem een lesgeef nu, maar ik ga er zeer rap doorgaan. En het meeste kennen we. Wat heel belangrijk is, en ik kom daar straks op terug, is dat eigenlijk het water opgenomen wordt door de wortels. En de rest is eigenlijk kwantitatief niet belangrijk.
En dat water gaat de lucht in. Dat wordt verdampt. Dus dat is maar 1% van dat water dat uiteindelijk omgezet wordt in droge stof. Dat is dus eigenlijk echt het water dat er doorgejaagd wordt. Maar dat is eigen aan de plant. Dus, en dan zijn er twee belangrijke zaken ook. Dus de wortels, dat is natuurlijk zo, niet zo gemakkelijk te zien. Dat zit in de grond. En de wortels kunnen heel gemakkelijk water pakken. Dus wat men zegt, veldcapaciteit. En dat is zo wat een meter zuigkracht en 10 meter zuigkracht. Als het water sterker vastgehouden wordt dan 10 meter, wordt het langzaam maar zeker moeilijker afhankelijk van de plant. En kan de plant eventueel verwelken als het te droog wordt. Maar ook, en dat is ook al aangehaald door de eerste spreker, de wortels zijn altijd aeroop. Dus we hebben zowat 10% luchtgevulde poriën in onze bodem nodig. Minimum zelfs 15% als het warm is. Dus anders stikken de wortelen. En je kunt zeggen, ja, rijst, dat staat toch in het water. Riet, dat staat toch in het water. En wel, die gebruiken ook even goed lucht. Maar die brengen de lucht doorheen de stengel naar beneden. Door kanaaltjes doorheen de stengel brengen die de lucht naar beneden. Dus rijst dat bijvoorbeeld volledig kopje onder gaat, dat gaat dood. Dat kan niet overleven. Dus wortels hebben water nodig in de juiste hoeveelheid, juiste vochtgehalte en hebben ook voldoende lucht nodig. Dus een te natte bodem, dat laat niet toe dat de wortels leven. Ik denk dat iedereen van het publiek dat weet, hè? Maar dus bij de boeren wel, maar dus bij de rest van de maatschappij denk ik niet. En dan zeggen we, ja, je moet nu overschakelen naar droogte, resistente gewassen en het is opgelost. Nee, dan zit je altijd met het probleem dat je dus altijd, ofwel heb de overlevingsstrategie van een plant, bijvoorbeeld gras, ik ga nooit met een gazon besproeien. Dat gaat bruin zijn, het regende week en het is weer groen. Dus gras, dat gaat bruin worden en het meeste gras gaat overleven. Maar dat is overleven, dus er is geen productie meer. En er zijn heel wat soorten van manieren voor de plant om daar iets aan te doen. En de typische zijn bijvoorbeeld ananas, agave, we kennen het allemaal een beetje van tequila, of cactussen. Dus die sluiten gewoon de huidmondjes tijdens de dag en dan 's nachts wisselen die wat water uit en wat lucht uit, wat CO2 uit. Er zijn heel wat aanpassingen, ik ga hier niet op in detail in, maar verreweg het belangrijkste om tegen droogte te kunnen, zijn de diepte van de wortels. Niet meer en niet min. Dat is verreweg het belangrijkste. En ik kom er straks op terug wanneer ik het over de bodem heb op het einde. Het is bijna altijd zo dus dat zogenaamde droogteresistente gewassen minder fotosynthese doen en minder groeien. Maar ze kunnen natuurlijk, wanneer het droog is, overleven ze. Je hebt niks aan een plant die doodgaat. Dus droogteresistentie, dat is ook een productievermindering eigenlijk. Daar kunnen we niet rond. Water heeft ook een kleur. Water is kleur uiteraard. Maar dus water heeft ook een kleur. We spreken over in de boekhouding van water. Gelukkig dat we nog geen waterboekhouding moeten doen, zoals dat we een mestboekhouding moeten doen. Maar dus blauw, dat spreken we over het water dat we pakken van een grondwater, van een gracht, van een rivier of zo. Dat is groen water. Dus het irrigatiewater is blauw water. Het irrigatiewater is dus blauw water. Groen is het water dat rechtstreeks via de neerslag in de bodem komt. Ook daarbij, en dat is niet onbelangrijk in ons vlakke Vlaanderen, meestal vlakke Vlaanderen, ik kom uit West-Vlaanderen, maar ik woon nu in de Leemstreek, en daar is het grondwater wat dieper. Maar dus voor vele gronden hebben we in Vlaanderen de mogelijkheid tot capillaire opstijging. En dat kan een goede zaak zijn. Dan kom daar straks op terug bij drainage. En wat nu ook meer en meer gebruikt wordt, is natuurlijk wat noemde het grijze water. Dus dat is het gezuiverde afvalwater. Ik heb een project gehad in Bangladesh, waarbij dat ze gewoon onverzuiverd water gebruikten voor irrigatie. Maar dus een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Ardo in Ardooien, waarbij dus water van de groentenindustrie gebruikt wordt om te irrigeren. Dus dat is wel degelijk een belangrijke bron. Dus het water moet in de wortelzone zitten, dat is het belangrijkste. En hoe komt het erin? Door irrigatie en door neerslag. Hoe gaat het eruit? Laten we aan de bovenkant beginnen. Sorry voor het geleerde woord nu, door evapotranspiratie. En wat is dat? Dat is de combinatie van bodemverdamping, die niet nuttig is voor de wasgroei, en de gewastranspiratie. Dus datgene wat het gewas opneemt door de wortelen,
Dat is wel degelijk nuttig. Als er genoeg water zit in de wortelzone, als het nat genoeg is, dan kan het doorcijpen naar het grondwater. Dat moet ook een keer gebeuren tijdens de winter. Als het er niet in kan, ja, dan gaat het afstromen. En hebben we eventueel bodemerosie, wat niet goed is. Maar een heel belangrijke bijdrage in vlakke gebieden kan de capillaire opstijging zijn. Het water dat opstijgt van ondiep grondwater naar de onderkant van de wortelzone. Moeten we meer gaan irrigeren in de toekomst? Dat is bijna een retorische vraag. Dus ik kan dat rap een keer uitleggen met ons klimaat. Dus wat we normaal, als een vuistregel, we hebben veel meer gesofisticeerde modellen dan dat. Dat wat we normaal doen, we kijken naar de neerslag ten opzichte van de verdampingsvraag. En heel typisch voor ons klimaat hebben we, in blauw hier duid ik de verdampingsvraag aan. Dus tijdens de winter laag, tijdens de zomer hoog. De neerslag in principe, maar ik toon hier 2018, doelbewust. De neerslag is normaal verdeeld ongeveer. Rond, laten zeggen, 65 mm per maand, zoiets. En dan zeggen ze het volgende. Kijk, als de neerslag meer is dan de verdampingsvraag, dan krijgen we aanvulling van de wortelzone en van de wortelreserve in de wortelzone en kan het eventueel doorgaan naar het grondwater, wat belangrijk is. Tijdens de winter zou dat liefst moeten gebeuren, dat als grondwater terug aangevuld wordt. Als nu de neerslag kleiner is dan die blauwe lijn, maar nog altijd groter dan die rode lijn, dus dat is daartussenin, dat is de helft van de verdampingsvraag, dan krijgen we geremde groei. Maar in ons klimaat gaan we heel dikwijls hebben dat bijvoorbeeld, neem nu tarwe, dat kan gebruik maken van de reserve, bodemvochtreserve, die komt uit de winter. Maar nu, als we kijken naar 2018, ja, dan hadden we al een serieus probleem. Dus dan zien we dus dat de maand februari van 2018, dat was eigenlijk een woestijnmaand. Dat was zo droog als iets, dat is zeer uitzonderlijk. En er is daar geen aanvulling geweest van de bodemvochtreserve. Als we dan kijken naar de zomer, ja, dan hebben we daar met mei en juni fantastisch droge maanden gehad. Na twee redelijke maanden. En dus, er was geen reserve in de wortelzone. En het was heel droog, dus dat was echt een stevige droogte. En dan later is terug weer, de zwarte lijn is terug boven de blauwe gekomen en is terug weer wat kunnen aanvullen, maar eigenlijk nog niet echt goed. Dus als ik dan kijk voor de jaren bijvoorbeeld, dat is hier Ukkel 2018, zeer droog jaar, slechts 650 mm, 2019 800 mm, 2020 730, de normaal, wat dat ook nog mogen betekenen in klimaatsverandering, is 850 voor Ukkel. Dus zelfs die drie jaren, zelfs het beste jaar, is nog droger dan wat het was eigenlijk. 2018 is spectaculair droger. Als we dan kijken wat dat betekent. Ik heb geen geld gekregen van de Bodemkundedienst, maar ik ga gewoon toen een keer een referentie naar maken. Het zijn mijn goede vrienden en het zijn onze buren in Heverlee. Maar dus, als we kijken naar een experiment waarin we samenwerken, dan zien we bijvoorbeeld voor 2018 dat de opbrengst van de maïs de helft was tijdens 2018 ten opzichte van 2019. Dat is wel een goede illustratie dat water belangrijk is. Nu, ik ga die grafiek niet in detail uitleggen, maar er is ook nog iets interessants. Je ziet hier groene staven staan. En de groene staven zijn gewoon ploegen. De blauwe staaf is strip tillage. Sorry voor het Engels, dus dat is eigenlijk tussen het bestaande grassen eigenlijk gaan de maïs inzaaien. En dus je ziet duidelijk dat de ploegen in de twee jaren eigenlijk nog altijd de hoogste opbrengst had en significant verschillend was. Dus ploegen laat ergens nog meer water in de bodem. Maar natuurlijk, alleen het argument van Koen Willekes is natuurlijk dat je een betere bodemstructuur kunt opbouwen en dergelijke met niet keren. Maar er is zeker daar nog heel wat te doen. Oké. Waarom irrigeren we in België? En ook in de omgevende landen ongeveer. Dat is vooral voor kwaliteit. Laat ik dat rap een keer uitleggen. Dus als je bijvoorbeeld een relatief hoge pH hebt en een droogte, dan kunnen die een patat nummer 1 krijgen. Ja, die ziet er niet lekker uit. Als je aan de patat dat wat zwart zet, dat zijn patatjes die niet scheelbaar zijn, daar kunnen we niks mee doen. Dat kunnen zelfs moeilijk, kunnen niet schillen zelfs. Wat we willen is de patat in het midden. Waarom hebben we die patat nummer 3? We hebben die omdat het droog geweest is en dat daarop geregend is en dat die patat opnieuw is gaan groeien en kleine knolletjes gemaakt heeft.
die eigenlijk ja, waardeloos zijn. Dus eigenlijk irrigeren we heel dikwijls, patat is een voorbeeld, maar we kunnen ook andere voorbeelden aangeven. Bijvoorbeeld worteltjes die opensplitsen, peren die te klein zijn. We irrigeren in feite voor de prijs per kilo in de eerste plek. We krijgen natuurlijk ook meer opbrengst, maar de prijs per kilo is zelfs belangrijker dan de meer opbrengst voor de irrigatie. Dus water voor het gewas komt van de regen, wortelzone heeft de reserve. En capillaire opstijging, daar moeten we zeker aandacht kunnen aan besteden in die mogelijk. Dat kan 1 tot 2 miljoen per dag geven en dat kan echt een goede bijdrage zijn. Ik kom daar straks op terug bij drainage. Dan, als dat niet voldoende is, ja, dan moeten we ofwel irrigeren ofwel zeggen, oké, ja, we leven ermee en we gaan wat minder opbrengst hebben. Zoals die maïs die maar de helft van de opbrengst gaf. Dus, voor groenten en fruit is er een heel groot risico op lagere kwaliteit en lagere prijzen. Dus de kleine peren, een aantal jaren terug, kunnen die zelfs niet meer kwijt. Opengebarsten rode wortels, ja, zijn ook waardeloos. Die kleine patatjes dat ik getoond heb, die zijn onschilbaar. Dus onze irrigatie, ja, de toekomst kan natuurlijk meer ook zijn voor tekort dan neerslag, maar eigenlijk onze irrigatie is sterk gericht op een betere prijs per kilo. Met natuurlijk ook bijvoorbeeld 20%, 30% meer opbrengst. Maar het gaat vooral over de prijs per kilo. Zo, waar kunnen we het water vinden? Ik heb dat overgeslagen. En daar heb ik een YouTube van opgenomen. Dus je kunt dat eigenlijk ook op die manier bekijken. Maar ik moet daar eens kiezen. Anders zitten we hier onmiddellijk naar knokken. En dat kan niet de bedoeling zijn. Maar dus, dat is wel een heel belangrijk punt. Laat ik dan overschakelen naar de irrigatie in Vlaanderen. Dus die technologie, dan moeten we niet zeggen dat dat de toptechnologie is, die kennen we. Met een promotor van mij, professor Jan Feijen, die heeft in de eerste helft van de jaren 70 druppelirrigatie in Rillard toegepast op appelen. Dat was waarschijnlijk de eerste in België, maar dus we hebben een opleiding gehad in irrigatie, dat nu opgeslokt is in de Joepwer, wat ik hier altijd als symbool opzet. Maar dus, we kennen wel degelijk irrigatie en bijvoorbeeld de bodemkundige dienst en ook anderen die kunnen nu irrigatieadvies geven om juist gepast te irrigeren, want te veel irrigeren is ook niet goed. Te veel beregenen, bijvoorbeeld bij appelen en peren, gaat uw opbrengst zelfs slecht worden als je overirrigeert. Dus het is heel belangrijk van juist te irrigeren. En het gaat vooral een prijs per kilo. Wat dus die technologie hebben. Dus de waterbehoefte is goed gekend, maar de bron is een ander verhaal. En ik vind het een beetje spijt dat ik gekozen heb, want ik kan eigenlijk even goed een volledig verhaal over de bron kunnen geven. Want dat is eigenlijk even actueel, denk ik. Dus traditioneel in Europa, dat is echt het Europese systeem, is de gasplottenmaat. Stevig kanon, hoge druk, 10 bar bijvoorbeeld erdoor pushen. Maar als het waait, dan irrigeert je het veld van je buren. En is het zeer ongelijk. Maar dat is de meest flexibele techniek mogelijk. En dat is een investering in de orde grootte van 25.000 tot 50.000 euro. Maar een hoge energiekost. Ik wil dat ook wel een keer benadrukken, omwille van de hoge druk. De energiekost is gewoon debiet mal druk. Functie daarvan. Oké. Dus, maar een van de mogelijkheden, en moest ik in het beleid zitten, dan durf ik daar subsidie voor geven zelfs. Dat is de sproeiproom eraan hangen. Dat kost natuurlijk extra geld ook. Dat is 10.000, 15.000 extra bijvoorbeeld. Maar die sproeiboom, die kan veel preciezer irrigeren. En bijvoorbeeld de foto dat ik toon in de overgang van mijn hoofdstukken, die komt uit Deinzen en die boer heeft mij daar verteld dat hem 30% van zijn water bespaart door de sproeiboom. Ten opzichte van de gasplottenmaat. Als er tekort is aan water, is dat toch een van de zaken dat ik zou op inzetten. Dus de sproeiboom is zeker veel efficiënter. Je richt het water ook direct naar het gewas naar beneden toe en je gooit het geen 10 meter in de lucht, bij wijze van spreken. Dus dat is veel efficiënter. Lagere druk ook, minder kosten op energie, maar vooral water besparen. Als je dus grondwater gaat gebruiken en je moet er heffing voor betalen, ja, dan bespaart je toch al iets, denk ik. Wat dat zal worden met het oppervlaktewater, vanaf volgend jaar, maar dat is nog niet volledig vastleggen wat precies moet gebeuren, zal er wel meer beperkingen zijn. België is het enige land, sorry dat ik het moet zeggen, is het enige land waarbij pompen van een onbevaren waterloop zomaar kon. Weliswaar met zo dingen van aangelanden en men mag de dingen niet leegpompen en zo. En dat is een beetje triestig dat dan eigenlijk alles leeggepompt wordt, dat de boer geïnvesteerd heeft, dat gewas op het geveld heeft
En dat de provincie-gouverneur dan zegt, ah ja, sorry mensen, het is gedaan. We moeten niet meer verder doen. Dat is erg voor iedereen, vind ik. Ja. Dus dat is wel een belangrijk punt waar moet aan gewerkt worden, denk ik. Dus het is ook iets meer werk om te verplaatsen, maar ik bedoel, het kan wel degelijk. Hè. Dus het is vooral een extra investering. Hè. Maar dus daarmee kunnen we water besparen en ook energie besparen. Hè. En dan druppelbevloeiing natuurlijk is een goed systeem dat besparend werkt. Hè. Je schakelt de bodemverdamping uit, minder onkruid. Geen verliezen door wind, rechtstreeks naar de wortelzone, minder risico voor ziektes, lage druk. Je kunt fertigatie toepassen en heel precies bemesten. Dus dat is echt een goede techniek. Nadeel natuurlijk is dat het duurder is en dat de waterkwaliteit wel degelijk goed moet bekeken worden. Je hebt dat risico dat je verkeerde dingen doet met het water. Het is minder flexibel, het zit soms in de grond en zo, dus de bodemwerking is ook een probleem. Er bestaan systemen waarbij men ze eruit trekt en dan teruglegt en zo, maar dus druppelbevloeiing kan wel, maar ik denk dat we nog altijd nood hebben aan het flexibel gasflotomaat, waar ik zou aanbevelen van een sproeibond hangen. Oké, nu kom ik tot het zwarte schaap. Als je de media bekijkt, dan is alles verkeerd wat eraan is, hè? Aan drainage. Tezamen met de verharding van de bodems is dat de oorzaak van ons grondwater dat gedaald is. In mijn ogen is dat eigenlijk niet echt 100% correct. Maar wat natuurlijk, waarom draineren we? Een van de zaken is bewerking in het voorjaar natuurlijk en dergelijke meer. Maar ook omdat onze wortels dan beter kunnen groeien. Dus als we wat lagere watertafel hebben, dan kunnen we wortels dieper gaan en hebben we eigenlijk ook meer reserve in de bodem zitten. Dus er is niks tegen diepe wortels. Dat mogen we gerust zeggen, denk ik. En als het te nat is, kunnen de wortels kunnen gewoon niet in de verzadigde zone groeien. Als het verzadigd is, gaat de wortel er niet in en kan hem niet werken gewoon. Dus die beluchting is heel belangrijk. Ik heb dat in het begin aangehaald. Dan dat dus een van de misopvattingen wat als men wil verkopen. De boer wil alles zo droog mogelijk. Dat is nonsens natuurlijk. De boer wil een goede bewerkbaarheid in het voorjaar. En tijdens de zomer een goede positie van de grondwatertafel. Een tweede zaak is dat sommige mensen denken dat de dreins water aanzuigen. Dat klopt niet. Dus de dreins kunnen alleen maar water krijgen wanneer de waterlaag verzadigd is en door gravitaire stroming gaat er naartoe. Want het is niet zo dat de dreins werken wanneer ze in een droogte zitten. Dus ze zuigen zeker niet. Dan een belangrijke misopvatting, dat is dat de drainage de grondwatervoorwaarden doet dalen. Daar ben ik helemaal niet mee akkoord. En dat wordt veel verkocht. Want de natte gronden die zitten gewoon vol. En die kunnen geen infiltratie meer bijkrijgen. Die zitten vol, die hebben afstroming. Dus als het regent op een natte boom, ja, dan stroomt het af. Of blijft het als plas staan. Maar het gaat niet naar beneden. Het kan niet. Een bodem die gedraineerd heeft, die heeft een buffercapaciteit van de onverzadigde zone, de wortelzone, en dat kan water intreden en dat kan gebruikt worden om de watertafel aan te vullen. Dus maar men komt eraf, bijvoorbeeld met beelden van een natte spons en zo, je gaat je tafel niet afdoppen met natte spons, maar met droge natuurlijk. Er is hier grote verwarring tussen ruimte voor water, wat ik geen slechte zaak vind, dus dat in de vallei kan gestockeerd worden. De afstroming van de natte gebieden is wel degelijk hoger dan van de droge gebieden. Dat is iets dat we al 100 jaar weten. Hè? Dus daar is niks speciaals aan. Dus men kan wel degelijk op een correcte manier draineren zonder de grondwatertafel negatief te gaan beïnvloeden, wat men ongeveer. En dan, dat is een mooie zaak natuurlijk, en dat is grappig, is dat die mooie tekening van de klimaataangepaste drainage, dat die eigenlijk in België gemaakt is. En de Nederlanders gebruiken die ook, heb ik vastgesteld in Wageningen. En die zeiden zelfs, ja, we hebben die van België genomen. Wat al uitzonderlijk is voor Nederland. Maar fijn, de Nederlanders die hebben een fantastische zin voor marketing. Dus ze noemen hun pijlgestuurde drainage gewoon klimaataangepaste drainage. Dat is toch fantastisch, hè? Dat zouden de boeren wat meer moeten doen, denk ik. Dus dat is echt marketing, hè? Maar ze doen dat wel goed. Hè? Dus ze gaan zelfs een stapje verder.
Hè? Dus dat betekent dus met pijlgestuurde drainage dat je het waterpeil naar boven brengt. De meeste tekeningen zijn verkeerd. Ik heb hier wat werk moeten doen om de lijnen correct te krijgen. Dus waar de drain zit, is het water dan het hoogste. Hè? Tijdens de pijlgestuurde drainage in de zomer. En dan gaat het, stroomt het water eigenlijk van het hoog, ik heb een beetje overdreven en hellingen natuurlijk, naar het midden van de, tussen de drains. Hè. Dus je voert eigenlijk water aan via de drains. Hè. En wat ze in Nederland bijvoorbeeld ook mee werken en proberen te verkopen, is dat je eigenlijk voor een regenbui het water gaat verlagen zelfs. Met het argument dat we overstromingen kunnen vermijden. Hè. Dus dat je meer buffercapaciteit in de bodem hebt. Wat je ook kunt natuurlijk is eigenlijk water gaan pompen van de gracht naar de pijlgestuurde drainage. Dat doet men ook soms. Hè. Maar ik zou dat nog niet zo rap doen, denk ik. Maar dus superirrigatie kan gerust een paar millimeter per dag geven door capillaire opstelling. Dus dat is wel degelijk iets waar in mijn ogen zeker moet ingezet worden. Wat ook interessant is, en dat doet men ook al lang experimenten over in Nederland, en er zijn ook gestart in België, dat is dat men eigenlijk gezuiverd afvalwater gebruikt om superirrigatie te gaan doen. Dat is wel een interessante mogelijkheid, omdat, denk ik, dat ook hygiënes en dergelijke meer wel het beste kan werken. Maar dus, de Nederlanders spreken over klimaat aangepaste drainage. Dat is goede marketing. Nu was de beste positie van de zomerwatertafel, dus dat is eigenlijk van, afhankelijk van de textuur van zand, klei, leemgehalte, daar eigenlijk daaronder zitten. Maar het grote probleem is dat het relatief precies moet geregeld worden. Ofwel is het te laag en dan krijg je geen, ofwel is het te hoog en dan zien de wortels af. Dus het is het vraagt wel wat fine-tuning eigenlijk. Maar dus wat zou ik durven zeggen voor Vlaanderen? Sorry dat ik er zo rap door cross, maar we mogen het ook niet laat maken, denk ik. Dat is dus dat we eigenlijk, en dat is vooral voor West-Europa ook, dat we vooral de gasplotenmaat gebruiken. En moest ik eigenlijk in het beleid zitten, dan zou ik durven subsidie geven voor sproeibomen bijvoorbeeld. Dat zal het waard zijn om water te sparen. Druppelbevloeiing is eerder beperkt bij ons. Dat is eerder bijvoorbeeld appels en peren. En we hebben wat me het meeste opvalt, ik heb veel internationale ervaring, zoals dat je aangegeven hebt, dat we eigenlijk zeer weinig infrastructuur hebben voor irrigatie. En ik bedoel daarmee zoals bijvoorbeeld in Kienrooi of in Ardo, dat we eigenlijk een buizensysteem hebben waarbij dat we eigenlijk het water via buizen en hydranten, aftakpunten, naar de boer leveren. Bij ons moet ieder een boer zijn plant trekken en maar pompen van een plaats. Dus ik denk dat er wel een heel wat mogelijk is om daar te gaan doen. En ons klimaat heeft zeer veel, en ons vlakke land vooral, heeft zeer veel potentieel voor pijlgestuurde drainage eventueel met afvalwater. Oké, nu ga ik terugkoppelen naar de eerste spreker. Dus ik heb het over drainage, over irrigatie gehad. Ik ga terugkoppelen naar de eerste spreker. Kunnen wij meer water in de bodem vasthouden? En eigenlijk de nood voor irrigatie verminderen. En we hebben daar wat interessant eigen onderzoek gedaan. Waarbij dus dat we in een Europees project zitten met 16 verschillende plekken. En we hebben er zelf 5 van uitgepakt. We zijn zelf de stallen gaan pakken, analyseren in ons labo en dergelijke meer. En dat zijn lange termijn experimenten. Dus in Hongarije, Tsjechië, België ook, in Bierbeek, Italië en in Engeland. En we hebben, ik ga de 3 uitpikken nu, maar allee, het zijn gelijkaardige resultaten. Dus we hebben in Bierbeek een kostpostrial, in Hongarije het verschil tussen pure chemische meststof, kunstmest of stro inwerken. En dan in Tsjechië hebben we een bewerkingsexperiment. En dat je kunt zien gedurende vele jaren. Dus de Italianen hebben 54 jaar experimenten en de Engelsen 8 jaar. Op het moment van de staalname is dat, het is nu al iets langer. Dus in Bierbeek hebben ze 12 jaar een stuk compost op het veld gegooid. 12 jaar consistent compost. Oké, je kunt dat zien. Dat is bijvoorbeeld een foto van het veld in Hongarije. Je kunt dat gewoon zien. Dus dat je die vele jaren
Bijvoorbeeld het voorste veld is organische bemesting en het achterste veld is over bodemwerking. Je kunt dat zelfs zien. Dat van bodemwerking zit een beetje te ver om het goed te zien, maar je kunt het gewoon zien als je op trein komt. Je kunt het ook zien aan de stalen. Hè? Dus de stalen dat we hier analyseren, je kunt de kleurverschillen zien. Hè? Dus je kunt het heel goed zien. Maar we waren een klein beetje gechoqueerd om te zien, als we kijken naar de vochtgehalte, dat ik uitgelegd heb in het begin van mijn gesprek, hè? Dus die juist geschikte vochtgehalte, dat ik hier met een cirkel omcirkeld heb, dat die vochtgehalte dus ondanks 23 jaar consistente bodembewerkingsverschillen, ondanks 34 jaar staal met stro en werken versus niks van dat en puur scheikundig, hè, dat daar geen significant verschil tussen zat. Er is een klein beetje toename. Hè. Het is niet dat niks is, maar het is een klein beetje, maar het is niet significant. Maar wat we wel significante toename hadden, dat was in bierweek. Maar dat is er een beetje, ja, dat is een stevige proef natuurlijk. 45 ton per jaar gedurende 12 jaar erop, dat is een stevige hoeveelheid. Hè. Dat gaat er niet op doen. Maar daar hebben we echt significant verschil. Maar zelfs dat vonden we niet spectaculair. Natuurlijk. Dus het waterhoudvermogen en ook de literatuur zegt dat. Hè. Dus recente artikelen, overzichtartikelen, die zeggen dat allemaal. Natuurlijk, dan gaat een bioloog hebben die zegt dat dat allemaal niet waar is. Hè? Maar dus het bodemvochthoudend vermogen verhoogt met de organische stof, hè? Maar gaat eigenlijk niet spectaculair toenemen. Maar, en dat vind ik heel belangrijk, hè? Ik ben aan het terugkoppelen naar de eerste spreker terug, hè? De bodemstructuur. Ik ben daar fanatiek voor. Dus beter organisch materiaal, zeker. Hè? Dus ik ben daar fanatiek voor. Dat betekent betere infiltratie, minder verslemping, minder erosie, minder afstroming, beter aanvulling van het grondwater. En het draait dan vooral rond die kruimelstructuur. En wat we dan waterstabiele aggregaten noemen. Hè? Dus dat is eigenlijk een kruimelstructuur die niet zomaar rap kapot gaat. En dat is, ja, zoals aangehaald door de eerste spreker, dat is niet zo simpel, want dat betekent echt dat de bodemdeeltjes moeten door het organisch materiaal vastgehouden worden. Het is niet zomaar een kwestie van er organisch materiaal op te gooien en we zijn er. Dus dat moet echt opgebouwd worden. Ook een betere verluchting van de bodem. En vooral ook, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, betere structuur betekent dat de wortels dieper kunnen en betere vochtreserve voor het gewas hebben. Dus dat is heel belangrijk. Dus ik vind goede bodemstructuur, genoeg organisch materiaal is fundamenteel voor de bodemstructuur, maar niet voor het waterhoudend vermogen. Dat is per volume bodem, hè? Om duidelijk te zijn. Het neemt een klein beetje toe, maar dat is niet speculair. Het grootste effect voor mij is echt de structuur van de bodem. En dat is echt fundamenteel. Nu, nog een ander punt. Natuurlijk, als we droogteperiodes hebben en het duurt te lang, dan zijn reserves geen wondermiddel. Dus worteldiepte, heb ik gezegd, is de belangrijkste factor hier. Maar dat is gelijk een grotere benzinetank in onze auto. We kunnen een langere afstand tussen de tankbuiten doen, maar we verbruiken evenveel. Dus als we geen naft meer kunnen indoen, dan zijn we ook gezien. Dus het is belangrijk goede worteldiepte hebben, goede structuur te hebben. Maar als het te lang droog is, ja, dan hebben we wel een probleem. Zo hebben we bijvoorbeeld de samenwerking met Almeria. Dat is de enige woestijn ongeveer in Europa. Hè? Dus daar hebben ze maar 200 mm per jaar ongeveer. Dus als we onze reserve uit de winter gaan verliezen, dan is dat voor onze landbouw toch een serieus probleem. Normaal hebben we goede reserves uit de winter. Dat is de kracht van onze winter, tarwe, winterherfst en dergelijke meer. Nu, wat we wel kunnen doen, is natuurlijk als het mogelijk is, dat is zorgen dat er geen bodemverdamping is. Want dat is niet nuttig. Dus dat kan met een mulch, dat kun je niet zomaar overal het veld gaan toepassen. Wat sommigen dan durven zeggen, maar ik heb die slide overgeslagen, ik heb hem weggezet, dat we moeten een agroforestry doen. Oké, ik laat dat in het midden hier. Ik moet dat niet in het midden laten, de bomen concurreren met de gewassen. En alle onderzoek dat ik gezien heb, doet dat. Ik heb in Afrika gewerkt, een collega van mij heeft 10 jaar in Nigeria gewerkt. En 13 jaar geleden was de agroforestry de van het om Afrika te helpen. Men heeft dat daar volledig verlaten en nu begint men hier daar geld voor te geven. Ik ga boze mails krijgen, maar ik trek me niet veel aan, ben toch bijna op pensioen. Sorry daarvoor. Dus wat is mijn samenvatting?
Dus we hebben een crisis over droogte zeker. De planten hebben zeer veel water nodig om te groeien. Ons opwarmend klimaat vergt meer water. De bronnen heb ik overgeslagen, maar die zitten in YouTube, dat je eventueel rustig kunt bekijken en mijn vragen stellen. Ik garandeer geen onmiddellijk antwoord, maar ik hoop toch te antwoorden. Wat in mijn ogen nodig is in Vlaanderen, is dat we aandacht hebben voor de methode en infrastructuur. In mijn vorige talk had ik het over alkarteel irrigatie. Ik denk niet dat ik dat moet uitleggen, dat dat niet efficiënt is, zowel naar watergebruik als kostprijs. Hè. Ik denk dat het in Kruisautem, ja, door Greet Tavernier uitgerekend is, dat dat 2 euro per kubiek is of zo, als je het 5 kilometer ver moet gaan halen. Dus dat is een vrij grote som dat je moet betalen om water te gaan halen. En dan op een eerder loempe manier, ik hoop dat ik niemand beledig, op een loempe manier op het veld brengen, gelijk dat je al strooit op een veld en dat water daalt, dat is niet goed. Dat staat in mijn YouTube. Hè. Allerlei oplossingen hebben we dan gezegd van ontsilten. Dat staat in mijn YouTube. Ik ga daar nu niet op ingaan. En dus, ik denk dat dat niet slecht zou zijn dat men gaat nadenken over meer infrastructuur. Eventueel via coöperatieven en dergelijke meer. Hè. Zoals bijvoorbeeld dat van Ardo, dat van Kinrooi. Maar dat zijn wel speciale gevallen, kunnen altijd zeggen. Hè. Van Kinrooi heeft men dat grote grindplas. Ardo heeft men daar de groentenindustrie die waswater kan omzetten. Hè. En meer water in de bodem vasthouden, voor mij is het vooral een kwestie van goede bodemstructuur, goede beluchting, wortels gaan diep. Er is een lichte toename van het waterhoudvermogen van de bodem door organisch materiaal, maar dat is niet echt spectaculair. Het is vooral de structuur die heel belangrijk is. Ik ben zo rond en ik ga rap gratis reclame maken. Dus we hebben een cursus gemaakt in het Engels over irrigatie-efficiëntie. Die je eigenlijk online kunt gaan bekijken. Sorry voor de gratis reclame. Dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat niemand in slaap gevallen is ondertussen. Dank u wel, Guido. Ik denk niet dat het daar een risico toe was om in slaap te vallen. Ik ga mijn stopsharing doen. Hè? Ja, inderdaad. Dan komt u volledig in beeld. Ja, oké. Goed, ik heb een aantal vragen voor jou ook binnengekregen in de chatbox. Ze stromen ook nog binnen nu. Ik ga er een aantal van opsommen. Een aantal zijn ook ondertussen al beantwoord geweest door jezelf. Bijvoorbeeld rond dat watervasthoudend vermogen van de bodem. Als je organisch stofgehalte toeneemt, was de vraag eigenlijk hoeveel liter water kan dan extra gecapteerd of vastgehouden worden in de bodem. Ik heb dat eigenlijk geduid ook met... Ja. En het hangt zeer, ik heb dat in de krant getallen gezien en veel mensen hebben mij daar vragen over gesteld. Hè? Maar eigenlijk, als je met je bodemkunde kent, weet je dat je geen getal kunt daar in het midden gooien. Dat hangt af van welke is het een zandbodem, een kleibodem of een leembodem. Hè? Dus een zandbodem gaat meer deugd hebben van organisch materiaal dan een leembodem. En een leembodem heeft van nature een zeer goed waterhoudend vermogen. Hè? Dus dat hangt van veel factoren af. Hè? Organisch materiaal gaat het toenemen. Hè? Ik zeg niet dat het niet toenemen, maar dan moet het niet overdrijven. Dat is mijn grote argument. Ja. Oké, dat was ook iemand die aanhaalde, omdat je in het begin aanduidde dat in België of in Vlaanderen weinig irrigatie gebeurt ten opzichte van de buurlanden of andere landen. Dat je opmerkte, is dat misschien ook niet te maken met het relief dat we kennen, bijvoorbeeld in de Leemstreek, dat wel wat op en af gaat. Ja, volledig akkoord voor de Leemstreek. Hè. Ik kom uit de streek van Roeselaar eigenlijk en woon nu dicht bij Leuven hè, in de Leemstreek. Volledig akkoord voor de Leemstreek. Hè. Maar niet akkoord voor, in mijn ogen is het gewoon dat we het niet weten. Ik heb met veel mensen gesproken daarover. Ik heb zelf geen onderzoek opgedaan, hè, maar we weten het gewoon niet. Hè, hoeveel dat er geïrrigeerd wordt. En een van de redenen natuurlijk is dat onbevaarbare waterlopen, dat je die zomaar kunt gebruiken eigenlijk. Binnenkort wordt dat geregistreerd. Er is ook dan, ik durf er niks over zeggen, maar er is ook zo wat het gevoel dat er een groot deel grondwaterputten zijn die niet geregistreerd zijn. Maar dat is gevaarlijk. Ik heb er geen cijfers over, dus ik wil er ook niks over zeggen. Ja, maar misschien aansluiten wat je komt te zeggen van het oppervlaktewater dat hier in België of in Vlaanderen toch heel veel gebruikt wordt. In andere landen blijkbaar niet. Dan was er een vraag van waar halen zij hun water dan? Het hangt er vanaf. Er is ook veel van oppervlaktewater.
dat gebruikt wordt. Hè. Wat natuurlijk ons nadeel, allee, het hangt ervan af. Hè. Laat ik zeggen, in de Kempen bijvoorbeeld gaat men eerder grondwater gebruiken. Hè. In laat ik zeggen, West-Vlaanderen gaat men eerder naar... daar zijn er wel een aantal problemen om grondwater te gebruiken. Dan gaat men eerder oppervlaktewater gebruiken. Maar dus in de meeste landen ja, gebruikt men grote rivieren. Bijvoorbeeld Spanje, dat ligt vol met dammen gewoon. Hè. Dus het water komt meestal uit de bergen. En wordt afgedamd en dan afgeleid. Hè. Dat hangt er vanaf. Dus, er zijn wel veel dingen. Hè. Maar dus bijvoorbeeld Denemarken, dat is grondwater. Hè. Ja. Okay. Dat is even. Allee, Vlaanderen is grotendeels vlak. Hè. Ik woon in Huldenberg en de Ecuadorianen lachen daarmee natuurlijk, want dat is van 25 tot 100 meter boven het zeeniveau. En voor een Ecuadoriaan die op 2500 meter in een stad woont, met naast hem bergen van 3500, ja, die zegt, is dat een berg? Een andere vraag, Guido, was rond die sproeibomen, waar je daar nogal fan van bent blijkbaar. Ja, was de vraag eigenlijk, hoe kun je dat water mee gaan besparen ten opzichte van een gewone beregening? Wat is het voordeel? Hoe kun je dat gaan... Die besparing gaan realiseren in water. Dus als je kijkt naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, hè, en heel wat andere landen, dan gebruiken ze wat ze noemen van die center pivots. Sorry voor het Engels nu, maar dat zijn van die ronddraaiende bomen. Dat kunnen we in Europa niet gaan gebruiken, want onze grond is veel te duur. Hè. Dat gaat cirkelvormig gebieden, maar je ziet dat ook in Spanje bijvoorbeeld. Hè. Dus wat dat je daar hebt, is dat je eigenlijk je water zeer dicht naar de plant naar beneden doet. Hè. En dus je hebt geen... problemen van verliezen van wind, bijvoorbeeld. Als je een sproeikanon gebruikt en het waait een beetje, ja, dan heb je hele grote problemen om een goede verdeling van je water te hebben. En zoals ik gezegd heb in mijn gesprek, dan kunnen we bijvoorbeeld het veld van uw buren gaan irrigeren. Hè? Mm-hmm. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Ja. En bij de sproeibomen is er ook geen extra risico op erosie, afspoeling? Omdat je... Ja, je moet dat regelen natuurlijk. Hè? Dus, het is een kwestie dat je... bijvoorbeeld, we hebben nu een project dat we aan het afsluiten zijn in Bolivia, waar dat we met sproeien bijvoorbeeld een kleibodemproblemen hadden. Ja, dus als de infiltratiecapaciteit niet te slecht is, dan zie ik dat niet echt een probleem. Zeker, hoeveelheid dat je water geeft, kun je zelf regelen. Hè? En ten opzichte van de sproeikanon... zal die berekening per uur hetzelfde zijn, hè? Of zelfs minder kunnen maken. Mm-hmm. Dat is regelbaar. Oké. Okay. Dan rond nog het ondiep grondwater, die nogal wat ijzer kan bevatten in bepaalde regio's. Hoe moeten we daar naartoe kijken om te gaan irrigeren met dat ijzerhoudend? Ja, dat is al wel een probleem. En dus je ziet ook in vele landen natuurlijk dat men bijvoorbeeld bij irrigatie, in een aantal landen gaat men bij irrigatie gaan draineren, omdat het zoute grondwater niet naar boven zou kunnen komen. Dus als de waterkwaliteit niet goed is, zoals je dat aanhaalt met dat ijzer, ja, dan kun je niet toepassen in mijn ogen. Je moet daarmee oppassen. Ja, oké. Okay. Dan nog rond de drainage. Peilstuur drainage op hellende percelen. Zie je daar mogelijkheden in? Nee. Ja, dus eigenlijk, dat moet vlak zijn om te draineren. Op hellende gebieden gaat ook geen grondwatertafel hebben. Hè? En dus wat dat eventueel wel kunt hebben, is natuurlijk stuwwater. Hè? Dus dat je een laag hebt, bijvoorbeeld in Vlaamse Ardennen of zo, of waar ik nu woon, dat je dus bijvoorbeeld waar ik nu woon, onder het zand, Brusseliaanse zand, heb je de laag van Ypres eigenlijk, dat is klei. En daarboven krijg je dan bronnetjes. Maar ja. Je kunt daar geen drainage leggen, want dat grondwater zit bij ons op plateau zit op 30 meter. Mm-hmm. Dus, ja. Terwijl je drainage is voor vlakke gebieden, ja. Dat is geen twijfel. Een heel pertinente vraag. Is het nog interessant, is het nog verstandig om te gaan investeren in drainage met de droogte die we kennen de laatste jaren? Ik zou zelfs durven zeggen ja. Maar, bijvoorbeeld in Limburg, dichtbij de Hollandse grens, ben ik nu dan vergeten wat dat juist is, zijn er ook experimenten op geweest, waarbij men dus met een vierploeg
gedraineerd heeft. De bodemkunning dienst zat er ook bij. En men heeft duidelijk meer opbrengsten gehad. Hè? Dus door pijlgestuurde drainage. Hè? Dus drainage tijdens de zomer kan gebruikt worden om eigenlijk te irrigeren. Ja. Een beetje raar om te zeggen misschien, maar ik zou natuurlijk niet puur drainage leggen gewoon om te irrigeren. Ik denk dat dat misschien naar investering niet klopt dan. Hè? Want, dat klopt waarschijnlijk niet. En dan nog een landbouw-econoom eigenlijk. Ja. Dan een vraag terug naar die pijlgestuurde drainage. Werkt dat ook in zware kleigrond? Niet echt, nee. Dus dat wordt niet toegepast in België. Hè, maar dus er is één methode om te draineren, om zeer zware kleigronden te draineren. Wat ze dat wel in Engeland veel doen bijvoorbeeld. Dat is mooldrainage. Maar in België, zover ik weet, wordt dat niet toegepast. Ik heb dat nog nooit gezien in België. In Engeland heb je dat al gezien. Dus dat is echt dat je dus om de 4 jaar bijvoorbeeld de met een mol doortrekt zonder dat je er een buis in steekt. Wordt in België wel toegepast? Ja, dat kan wel zijn. Ja. Maar dus dat is voor kleigrond en die kleigrond moet stabiel zijn. En de bedoeling daar is omdat het water van het oppervlak naar beneden gaat. Ja, Hugo, als je mij zegt waar het is, dat wil ik wel een keer gaan zien. Ja, maar dus het water naar beneden gaat, hè, via het oppervlakte. Dus het is absoluut niks te doen met grondwater zelfs, die moet drainage. Ja. En nog een aanvullende vraag daarbij was, hoe kunnen we het water in de polders dan in de winter gaan stockeren? Hoe kunnen we dat gaan vasthouden? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dus men heeft dat project ingedaan waar men water gaat beginnen te injecteren, diep en zo, maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè? Maar dus ik zou er toch naar streven van een goed waterpeilbeheer te hebben. Hè? Maar dus de hoeveelheid dat je uiteindelijk kunt stockeren in de grachten is eigenlijk relatief klein ten opzichte van het water dat je nodig hebt. Hè? Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van ja, we gaan hier nu een vijvertje vullen of we gaan hier die poldergracht vol laten lopen, die is direct leeg. Hè. Dat is geen reserve echt. Ja, oké. Okay. Ik ga je nog 2 vragen voorleggen. Een van de problemen in de polders is natuurlijk dat je heel moet oppassen als je begint te pompen, dat je niet begint verzilting te krijgen. Hè. Dat was een van de vragen ook. Wat wordt het grootste probleem, die verzilting of droogte? Dicht bij de kust zou ik vrezen voor verzilting, ja. Bijvoorbeeld, als je de IJzer pakt, een van mijn studenten geweest, is griffiermanager van de Zuid-IJzerpolder rond Teksmidde. Dus daar hebben ze de tompompen naar de Blankaart voor het drinkwaterreservoir moeten stilleggen tijdens de zomer. Hè. Dat moet ze af en toe doen, omdat het water te zout wordt in de IJzer. Maar zeker dicht bij de kust, ja. Dan moet je eigenlijk een zoet water hoeveelheid hebben boven het zeewater dat erop drukt. En als dat te weinig wordt, dan komt het verzilt water erdoor. Ja. Oké. Okay. Nog een vraag hier rond. Dingen, hè? Tussenuitjes. Het heeft nu niks te maken met landbouw, maar bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk een internationaal gekend ding. Hè? Dus het water van de kust van, laten we zeggen, Nieuwpoort naar Kokzijde, inclusief Veurne, dat wordt gezuiverd in Wulpen. En dat wordt dan eigenlijk behandeld in de torelen en dat wordt dan gepompt in de duinen. Dat is voor drinkwater. Hè? Dus men gaat behandeld, het is volledig gezuiverd. Hè? Water pompen in de duinen en dat als reserve pakken en dat drukt dan eigenlijk op het zeewater. Ja, om zo het zoutwater beneden te houden. Ja, en dus dat gebruikt men dan als drinkwater. Dus, ik ga je nog 2 vraagjes voorleggen. Eerste vraagje rond irrigatie. Is er een verschil tussen dag of nacht irrigatie en zaken efficiëntie? Of is dat maakt dat geen verschil uit? Ja, kijk. Ik heb een weerstation een keer gezet recentelijk. Hè. En wat ik vaststel is dat ik tijdens de dag veel meer wind heb dan tijdens de nacht. Hè. Dus er zijn wel gevallen bekend waarbij dus dat interessant is om 's nachts te irrigeren wanneer er veel wind is tijdens de dag. Ja, dus dat zou een factor kunnen zijn. Maar ik geloof er wel niet in dat de verdamping gedurende irrigatie een echt verschrikkelijk grote factor is in ons klimaat. Hè. Ik spreek niet over de woestijn ergens bij 40 graden en een luchtvochtigheid die zo goed als onbestaande is. Dat is een ander verhaal. Hè. Maar ons klimaat is de vochtigheid goed genoeg, denk ik. Dus ik denk niet dat we zo'n grote... Het wegwaaien vind ik belangrijker dan het verdampen van een druppel.
als we met sproeikanonnen bezig zijn. Ja, ja oké, okay, dat is duidelijk. En dan nog een uitsmijter, waar je zelf zijdelijks aan begonnen bent over agroforestry. Vraagt iemand waarom dat niet ziet zitten in onze contraien als iets die kan functioneren? Ik ben voorstander dat we een mooi landschap hebben met daarin bijvoorbeeld talus die begroeid zijn met struiken en dergelijke meer, dat er wat bomen in staan, dat de koeien in de wei hier aan een boom hebben en zo. Allee, ik wil een mooi landschap dus op zich niet. Maar sommigen stellen dat voor alsof de boom eigenlijk water gaat optrekken en dat vrijgeven aan het gewas dat daaronder staat. Sommige mensen denken in die richting. Het is wel degelijk zo dat water maar één keer kan gebruikt worden en dat de plant het voor zichzelf pakt. Dat ook de nutriënten gepakt worden. Het is wel natuurlijk wel interessant dat er wat bladen van, ook het licht. Maar wat je soms een keer ziet, en er zijn interessante experimenten over, dat je eigenlijk vrij wijd uiteen bijvoorbeeld een rij noten zet en daartussen, maar dat is dan bijvoorbeeld 30 meter ertussen, dat je daar een rij gewassen tussen hebt. Dus er zijn wel interessante dingen mogelijk. Maar het voorstellen of dat een manier is om de droogte op te lossen, ik heb het al een paar keer gezien, dat men dat durft zeggen. Ik heb geen droogte omdat ik bomen staan heb. Dus, ja. Oké, okay. Dat is duidelijk. Ik denk dat geen boer graag heeft dat er tuinen zijn naast zijn veld waarbij de bomen 20 meter hoog zijn. Ja. Want dan heb je ongeveer 10 meter, 15 meter wat niks groeit. Ja, oké. Okay. Prima, Guido. Ik wil jou en ook alle andere sprekers van harte danken voor de medewerking en de boeiende, zeer boeiende informatie. En ook antwoorden die gegeven zijn op de vragen. Ik kan nog een keer herhalen, maar we hebben zeker niet alle vragen kunnen beantwoorden, verre van. Maar we gaan dat wel nog doen achteraf en jullie krijgen nog de antwoorden daarop ook toegestuurd. We zijn een beetje over tijd gegaan. Een beetje een moeilijke start gekend van de avond, maar dan wel de inhoud was denk ik goed en zeer goed en is vlot gegaan. Dus waarvoor dank. Ik wil ook alle collega's van mezelf en de andere medewerkers nog van harte danken. Die mee ingestaan hebben om deze avond te organiseren en toch wel in goede banen te leiden. We danken ook jullie allemaal voor de massale belangstelling. Het was niet verwacht dat we zoveel mensen gingen kunnen mogen ontvangen op deze webinar, maar dat doet wel deugd. Ook de vraagstelling zo massaal, dat getuigt wel van jullie interesse en jullie belangstelling in het onderwerp. Wat ook wel ons motiveert om in de toekomst toch nog verdere zaken te kunnen organiseren en jullie ook wel te gaan informeren daarover. Dus zoals gezegd, we sturen alle informatie, presentaties, de link van de opname en nadien, dat zal wel even duren nog, alle antwoorden op de vragen nog door. En dan wens ik jullie nog allemaal een fijne avond. Hou het veilig zou ik zeggen en graag tot een volgende activiteit. Zij het een webinar of in een live activiteit te velden. Dank u wel. Goedenavond.